willen we zorgen dat de vraag of opmerking die geplaatst wordt, dat die ingebracht wordt. Dan nu, het is fijn voor mij en eervol om dit zo te mogen openen, maar ik ga jullie nu graag voorstellen aan de dagvoorzitter. Inge, wil je er even bij komen? Ik kom erbij. Met de inachtneming van de 1,5 meter. Mensen, dit is Inge van Vilsteren van Rijkswaterstaat. Inge, jij bent adviseur wegenbouwmaterialen met wel een hele duidelijke focus op zowel asfalt als ook op innovatie is het niet. Ja. En wij zijn heel erg blij vanuit de organisatie dat jij bereid bent om vanmiddag dit programma als moderator in banen te leiden. Dus ik ga nu heel graag de vloer aan jou geven en ik wens iedereen een hele fijne middag toe. Inge. Dankjewel, Ferdy. Ja, inderdaad. Een adviseur wegenbouwmaterialen die hier vandaag de dagvoorzitter mag zijn voor de waterbouw. Ja, dat moet ik misschien een klein beetje uitleggen, want ja, eigenlijk ben ik dus vooral ook specialist asfalt, dat zou je het ook kunnen noemen, bij Rijkswaterstaat. En daar werk ik nu 5 jaar. En in die 5 jaar bij Rijkswaterstaat viel het mij op dat ik weinig vragen binnenkreeg over asfalt. En ja, dan gaat bij mij dan een beetje een zorg ontstaan. Weten wij elkaar wel goed genoeg te vinden? Als we die specialismen zo met elkaar hebben. Ik weet dat er heel veel kennis is binnen onze groep, ook vandaag hier aanwezig. Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan en er worden ook hele interessante rapporten over geschreven. Ja, dan is dus ook een beetje de vraag van, weten wij ons netwerk wel voldoende te bereiken? En dat neem ik dus vandaag mee in het programma. Ik heb de kans gekregen om wat mee te schrijven aan het programma. Dus ja, dat wordt hem vandaag. En ja, voor mezelf is dat dan bijvoorbeeld dat ik onderdeel ben van de asfaltimpuls en daar actief ben in grip op bitumen. Ja, dat gaat over de kwaliteit van bitumen voor nu en voor in de toekomst. Dat is natuurlijk niet alleen dat asfalt in de wegenbouw. Dat is ook dat asfalt in de waterbouw. Nou, dat is dus ook een van de punten die ik dus daarin dan heel belangrijk vind. En dat geldt op veel meer vlakken. Dus we gaan vandaag kort stilstaan bij kennis en kennisdocumenten. En daar gezicht aan geven, jullie kennissen. En ja, dat gaat dan natuurlijk ook nog vanmiddag, gaan we nog verder de toekomst verkennen. We gaan samen kennis uitwisselen en inzichten delen. En het idee van deze webinar is dan ook bij het bij elkaar brengen van mensen en het verbinden van die aanwezige kennis. En ja, eigenlijk als je dan aan mij vraagt van wat zou mooi zijn als we aan het eind van deze dag bereikt hebben, is dat we toch een soort van startschot hebben van een community of practice. Dat we makkelijker elkaar weten te vinden, dat we weten wie de kennishouders zijn van verschillende onderdelen. Nou ja, ik heb mezelf daar nu al voor neergezet, maar jullie gaan daar vandaag nog veel meer mensen voor zien. En dat gaan we doen in een eerst in de ochtenddeel met korte interviews over rapporten en over de gezichten daaraan. En vanmiddag gaan we ook naar onze dijken toe en gaan we het ook echt in de praktijk zien. Daar horen jullie straks nog wat meer over. Allereerst wil ik jullie nu meenemen naar die korte interviews. We gaan jullie meenemen langs werkgroepen, handreikingen, onderzoeksprojecten. En ik begin daarmee met Gerard Harmsen. Die hebben jullie net ook al even in beeld gezien. Van de regiegroep Dijkbekledingen. Gerard, welkom. Oh, hey. Het is mooi dat ik je weer zie. Ja, dat is heel goed. Ja. De regiegroep Dijkbekledingen. Wat is dat? Nou, hoe zal ik dat eens even zeggen? We hebben natuurlijk een stuurgroep asfaltbekleding gehad. Die zullen ook een groot aantal deelnemers die kennen. Dat is een groep die zich de afgelopen, nou zeker 10, 15 jaar bezig heeft gehouden met alles wat met waterbouwasfalt te maken heeft. We kwamen er wel een beetje achter dat we de stuurgroep een beetje los was gekomen van zeg maar de organisaties. Dus we hadden zoiets van we moeten dat weer even goed borgen. Dus we hebben als Rijkswaterstaat en STOA, die ook eigenlijk de opdrachtgever was van de stuurgroep, hebben we de koppen bij elkaar gestoken en kijken we of we toch een groep kunnen maken die ook iets breder is dan alleen asfalt. Want we zien ook dat voor gras en voor steen dezelfde vragen leven. Dus dat is de één kant, hè, dat je beide wilt zien te bereiken. Je ziet ook wel dat het sturen van onderzoek ook steeds moeilijker wordt. Er zijn zoveel programma's, zoveel organisaties, zoveel
nou, plekken waar je het onderzoek kunt laten landen, daar mag ook best wel wat regie op. En dat is denk ik voor zowel gras als steen als asfalt. Ja, dus eigenlijk die community of practice die ik net graag wilde, die zie jij ook een heel klein beetje in die regiegroep, ook die wens om dat weer te verbinden. Ja. En wat is dan voor jou het belangrijkste focuspunt voor de toekomst? Nou ja, de regiegroep hebben we net bedacht, zeg maar. Dus we streven ook naar om dat, zeg maar, verder te laten groeien. Dus naar de breedte toe. Maar voor asfalt loopt er al van alles. Is ook heel veel gedaan de afgelopen 5 jaar. Hè. Er zijn heel veel documenten uitgekomen die vanmiddag ook de revue zullen passeren. En wat wij daar heel graag willen, is dat, dat we eigenlijk doorgaan met die asfalt. En ondertussen proberen we ook zeg maar gras en steen erbij te trekken. En steen is denk ik een hele bijzondere op dit moment, omdat eigenlijk een beetje het gevoel heeft dat we misschien wel een kennisleemte hebben, doordat er toch een aantal kennisdragers zijn verdwenen de afgelopen jaren. Dat is dus eigenlijk ook een klein beetje een oproep aan de luisteraars. Ja, ook op, we hebben het vandaag over asfaltbekleding, maar ook op steenbekledingen is er nog wel behoefte aan aanvulling van kennispartners. Ja, en voor gras, hè, laat ik duidelijk wezen, we hebben de grasregisseur. We hebben ook binnen de PUW ook gedacht over een asfaltregisseur. Dus ook daar zit het in. Dus gras blijft zeker gewoon doorlopen. Hè. En ook asfalt gaat gewoon door. En dan nog een laatste vraag. Als je nou naar de regiegroep kijkt, naar die bekledingen. Wanneer zijn jullie nou echt helemaal tevreden? Wanneer heb je het nou goed gedaan als we nou over 5 jaar terug zouden kijken? In ieder geval de dingen doen die voor de waterkeringbeheerder nodig zijn. Dat is denk ik het uitgangspunt. Of laten doen, hè. We doen als PUW water ook heel veel doen. Dus dat is heel belangrijk, denk ik. Asfalt gewoon dit jaar doorzetten, want daar hebben we gewoon voldoende aanknopingspunten, denk ik. Die ook vanmiddag hoop ik nog uit deze sessie wat sturing komt. Waar echt de allergrootste behoefte zit. Voor steen dat we daar dan, niet over 5 jaar, vind ik heel ver weg. Maar over 2,5 jaar toch gewoon helder hebben waar de kennislengte zit. Dankjewel, Gerard. Ik denk dat je een mooi kijkje hebt gekeken zo. Oké. Ja, dan heb ik meteen ook een stukje naar de inhoud toe. En wij gaan door naar Ruud Joosten. Dat is een adviseur waterveiligheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ik moet het wel goed zeggen. Dan gaan wij specifiek naar een leidraad kijken. Maar Ruud. Ja? Ik wil het helemaal in beeld krijgen. In de mail die jij mij stuurde, lees ik dat jij eind mei met pensioen gaat. Dat klopt. Eigenlijk krijgen we hier dus wel een primeur. Dan hebben we gewoon een kans dat we jou toch nog 1 keer hier mogen spreken over een ontzettend mooi rapport, de handreiking continu inzicht. En dat we daar dus nu nog een keer jouw kennis mogen gebruiken. Ja. Voordat we nou echt het interview ingaan. Je hebt 20 jaar inzetten op die dijkbekledingen. Dus eigenlijk wil ik alle toehoorders vragen om even de microfoon aan te zetten. En eigenlijk gewoon een klein applaus, maar ook misschien een uitzwaai naar een welverdiend pensioen te doen. Ga je hem natuurlijk niet zomaar laten gaan. Ik krijg het er warm van. Dank jullie wel. Ja, dit is, kijk, normaal had je natuurlijk een prachtig grote zaal gehad en een soort staande ovatie. We doen het nu digitaal, maar dit is toch wel hartstikke mooi. Ja. Ruud. Ja? Even kijken naar die handreiking continu inzicht. Welke meerwaarde ervaar jij dan op je werk en in je werk van zo'n handreiking? Nou, de handreiking continu inzicht, dat zorgt vooral voor uniformering van inspectie van de sterktebepaling van het asfalt en van de restlevensduurbepaling. Ik zie dat eigenlijk als een vorm van rationeel beheer en onderhoud. De inspectiemethode leidt bijvoorbeeld tot eenduidig en als je het goed doet ook reproduceerbare oordelen over de onderhoudstoestand. En dan oordelen eigenlijk gewoon met cijfertjes, waarbij 0 heel goed is. En boven de 10 noopt tot direct ingrijpen. Zo'n inspectiemethode, en vooral ook de
eenduidigheid en de reproduceerbaarheid daarvan, denk ik dat je die ook heel hard nodig hebt als onderbouwing voor de zorgplichtverantwoording die je ieder jaar moet afleggen. Dat je je onderhoud in feite op orde hebt. En op zodanig op orde dat je geen waterveiligheidsrisico's loopt voor als die hele zware storm toch een keer langskomt. En daarmee is de methode uit de leidraad ook een middel om de onderhoudsplanningen goed mee in te richten. Risicogestuurd prioriteren. Die zaken die meteen aanpak behoeven, die dus een hoog risico kennen, meteen doen. En de onderhoudsacties met een bevindingen met een laag risico, ja, die kun je dan op een later moment inplannen als het je schikt. Schikt in tijd of schikt in geld. Dat is een keuze. Als ik jou dat hoor zeggen, dan hoor ik vooral ook dat het voor jou heel erg praktisch uitvoerbaar is daarmee. Is er dan ook een onderdeel of een hoofdstuk waar jij echt gewoon specifiek, wat je er nog gewoon zo nu en dan bij pakt? Ik zelf zit wat minder in het dagelijks onderhoud en beheer en meer in de dijkversterkingensfeer, dijkbeoordeling en dijkversterkingensfeer. En ik pak dan vooral het gedeelte over het veld- en laboratoriumonderzoek erbij. Om daarmee de restlevensduren te kunnen inschatten. Dus enerzijds de actuele sterkte van het asfalt. Of het nog wel sterk genoeg is om die maatgevende golf te kunnen weerstaan. En anderzijds, als dat zo is, om te kijken hoe lang het nog meegaat. Het van nature verouderende asfalt. En als je dat in de handen hebt, als je die schatting in de handen hebt over een paar jaar, dan kun je er ook een meerjarenplanning en een meerjarenbegroting op maken. Meerjarenplanning en begroting voor de vervangingsopgave, die zijn natuurlijk ontzettend kostbaar als je asfalt echt moet vervangen. Die heb je over het algemeen niet zomaar op je begroting staan. Dus vooral voor de meerjarenbegroting heel erg nuttig om te weten wanneer het asfalt eraan staat te komen om te moeten vervangen. En als je in het kader van de beoordelingen tot de conclusie komt dat de bepaalde asfaltstrekking niet meer voldoet, dan kun je via dat inzicht in de restlevensduur ook kijken of je die vervanging in de scope kunt opnemen van het versterkingsplan. En dan valt die ook onder de subsidievoorwaarden, subsidiestroom van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Of dat je met een asfaltstrekking te maken hebt die echt gewoon einde levensduur is. En dan kom je al heel snel in een vervangingsopgave die niet subsidiabel is. Dus daar gebruik ik het vooral voor. Ik denk dat er nu heel veel luisteraars inderdaad deze handreiking er eens bij gaan pakken. En als we dan een klein beetje kritisch zijn, en wat mis jij nou nog in zo'n handreiking zoals deze? Nou ja, in de handreiking zelf niet zoveel, maar wel daaromheen. En dat is eigenlijk voldoende communicatie. Communicatie over het bestaan van die handreiking. Het lijkt erop dat niet iedere beheerder de handreiking ook echt kent. En als je hem niet kent, ja, dan ga je hem ook niet gebruiken. Dat is natuurlijk een beetje jammer. En verder mis ik in ieder geval in ons eigen waterschap nog de aansluiting van de methode op de beschikbare Digispectie-apps. Kennelijk is dat nog niet overal gelukt. In principe zit de methodiek wel, sluit wel aan op de aangepaste digigids. Maar vervolgens de apps die daar omheen zitten voor veldinspectie en dergelijke. Die passen nog niet helemaal op de juiste manier van inspecteren en registreren. Zoals dat voor het goede gebruik van die handreiking nodig is. En dat is eigenlijk wel jammer, want dan zou je nog efficiënter kunnen inspecteren. En daarmee ook, dan kom ik wat ik daar straks zei, die eenduidigheid, die reproduceerbaarheid kun je dan ook echt beter vastleggen. Wat ik ook nog wel zie is dat reststerkteonderzoek, dat moet periodiek gebeuren, een beetje afhankelijk van de ingeschatte reststerkte van het asfalt, eens in de 12 jaar, 6 jaar, 3 jaar. En naarmate je dichter bij einde levensduur komt, steeds vaker. En dan merk ik dat in de onderhoudsbegrotingen niet altijd voldoende rekening is gehouden met dat onderzoek. Want dat kan toch nog wel redelijk kostbaar zijn als je een heleboel informatie opnieuw moet inwinnen. Die kosten die moet je wel kunnen dekken dan uit je onderhoudsbegroting. En dat betekent dus dat je daarmee
op basis van de kennis van de handreiking continu inzicht ook voor je onderhoudsbegroting niet alleen het onderhoud zelf moet ramen, maar ook de onderzoeken voor de treffsterkte onderzoek. Maar ja, als laatste opmerking sluit ook weer aan bij een eerste opmerking. Dan moet je dus goed weten dat die handreiking continu inzicht bestaat en wat je daarmee kan doen. En dat je er dus ook vooruit op moet gaan ramen. Ja. Dus ik denk dat ondertussen wel wat mensen hebben meegeschreven over de Digi-app. Maar goed, vandaag hebben we in ieder geval weer bijna 100 mensen bereikt voor een handreiking continu inzicht en dat die bestaat. Dus ik neem aan dat iedereen nu naast zijn laptop of computer mee heeft geschreven. Ja. Maar er is dus ook nog missiewerk te verrichten om dit soort leidraden dus breder bekend te maken. Ja, en ik denk dat dat niet alleen geldt voor de handreiking continu inzicht, maar misschien wel voor alle producten die beschikbaar zijn. Dat de mensen die daar lang mee bezig zijn, die weten wat er is. Maar de mensen die nieuw instromen in het veld, die hebben erg veel moeite om überhaupt te vinden wat er allemaal beschikbaar is. Ik denk dat dat mede een missie ook van mij was, want dat gaat dus inderdaad over kennissen. Dat we goed elkaar weten te vinden, maar ook weten wat er allemaal zo te koop is in de wereld. Nou heb jij 20 jaar meegedraaid. Nou ken je dus ook heel veel van die handreikingen en richtlijnen. En wat mis je dan nog als je gewoon in het totaalplaatje naar kijkt? Nou, we weten nu hoe we moeten inspecteren en wat we moeten onderhouden en wanneer. Wat ik er nog aan mis is hoe we nu eigenlijk dat goede onderhoud plegen, de goede reparaties doen. We denken allemaal als we repareren dat we het goed doen, uiteraard, want anders zouden we dat niet toepassen. Maar de vraag is dus of het werkelijk afdoende is wat je pleegt aan reparatie. En ik denk dat dat heel erg noodzakelijk is dat voor het herstellen van schade er ook een handreiking komt waarin staat hoe je dat op de goede manier doet. En als je het op die goede manier volgens die handreiking gedaan hebt, heb je ook meteen de onderbouwing weer in je zorgplichtverantwoording dat je reparaties afdoende zijn. Dat die inderdaad de waterveiligheid weer terugbrengen op het niveau wat je nodig hebt om te garanderen dat die dijk niet zomaar stuk gaat onder die zware golfbelasting. Ik zie een beetje dat die lokale vakkennis, de mensen uit het verleden, die gaan toch ook allemaal een beetje met pensioen. Dat ik kijk even naar mezelf ook. En dan, dan zie je doordat het verwatert, die kennis, dat het bij steeds minder mensen in feite beschikbaar is. En daarmee je het risico loopt dat er op een gegeven moment reparaties plaatsvinden die het op het oog hartstikke mooi uitzien, maar die de waterveiligheid niet verbeterd hebben. En ik denk dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Je moet wel tot een aantoonbaar waterveilige bekleding kunnen komen. Maar goed, die handreikingsschadeherstel, ik heb hem zomaar eventjes genoemd, ik weet helemaal niet of het zo gaat heten. Die is wel in ontwikkeling al, gelukkig. En dat is ook een product van de STOA en RWS samenwerking, waar we net over gehoord hebben. Het lijkt alsof je ons programma al een beetje kent. We gaan het daar vandaag ook over hebben nog. Kijk aan. Hij komt er voorbij. Ik hoor het op mijn wenk bediend. Dus bij de aanwezigen vandaag ook gewoon werkelijk leeft. Dat je die zwakke plek in die dijk ook inderdaad wil voorkomen. Ja. Nog één keer heel erg bedankt voor de bijdrage vandaag. Heel veel plezier met je pensioen. En voor iedereen, ik schrijf ook even op dat papiertje naast je laptop op bij. Stuur een leuk kaartje. Stuur nog even je mooie herinnering aan Ruud van al die jaren samenwerking. Volgens mij vinden we het gewoon jammer dat we gewoon jou ook straks in mei dus niet meer heel vaak hier gaan terugzien. Want je gaat echt pensioen houden. Ik ga inderdaad echt pensioen houden. En ik word geen adviseur ergens meer voor. Ik ga echt met pensioen. Heel erg verdiend, zou ik zeggen. Dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. Dat doe ik. Wij gaan over naar een volgende presentatie en een stukje over een handreiking van de vraagspecificatie asfaltdijkbekledingen. En daarom hebben we net even met verder getest of we geluid en helemaal kunnen horen. Dat gaan we nu opnieuw doen. Verder, kan jij ons horen? Dan krijgen we jou ook qua geluid bij de rest. Als ik kan Fabian misschien even doorgeven of dat gelukt is of dat we nog even straks in de herkansing moeten. Maar nu nog geen geluid van verder. Misschien straks in de herkansing. We doen een herkansing dadelijk. Dat is heel erg jammer, maar gelukkig hebben we meer mensen die we gaan interviewen. Dus we springen even door.
We gaan nu wat meer naar de constructieve opbouw kijken. Er is namelijk ook een handreiking over asfalt op funderingslagen. En Bernadette Wichmans van Deltares zal ons daar wat meer over gaan vertellen. Bernadette heb ik net al gehoord. Even unmuten, Bernadette, dan kan iedereen jou horen. Oké, hier ben ik. Leuk dat je meedoet vandaag en dat je ons iets wil vertellen over de handreiking voor de funderingslagen. Nou, ik ben werkzaam bij Deltares. Ik heb een geotechnische achtergrond, maar ik loop ook al heel wat jaartjes mee op het gebied van bekledingen. En Deltares heeft ook vrij veel werk verzet aan berekeningen om goed naar het draagvermogen van asfalt met funderingslagen onder golfbelasting te kijken. En een ontwerpmethode te ontwikkelen. Oké. Okay. Bernadette, kijk, zo'n fundering, hè, dat deden wij toch nooit onder de bekleding, hè? Het lag toch eigenlijk altijd gewoon op zand? Dus ik denk dat, ik heb dat in ieder geval, ik denk dat er meer mensen aanwezig zijn. Van, hebben we het dan eigenlijk altijd verkeerd gezien? Nou, de asfaltlagen die er vanuit de historie liggen, die zijn behoorlijk dik. Dus die kunnen ook wel tegen een stootje als het zand afdoende is verdicht. Maar recent zijn we erachter gekomen dat er grote kostenbesparingen en ook levensduurverlenging mogelijk is als ze lichtgebonden funderingslagen toepassen. Dus je kunt dan ook dunnere lagen asfalt aanleggen, want die funderingslaag die heeft allerlei voordelen. Die moet dan wel zo ongeveer 30 centimeter dik zijn, direct onder je asfalt. Lichtgebonden materiaal, zoals menggranulaat of betongranulaat. En dat is een soort klankbodem. Daarmee kan je de asfaltlaag die erop wordt aangebracht extra goed verdichten. Het geeft een enorme levensduurwinst. En ook als er wat schades zouden optreden in het asfalt, dan spoelt er wat minder makkelijk zand uit, want die funderingslaag die spoelt gewoon wat minder uit. En daarnaast is de geotechnische stabiliteit, wat je onder het asfalt hebt als de phreatische lijn een beetje hoog oploopt, is de geotechnische stabiliteit ook beter. Dus het heeft voordelen. En er is al aardig wat areaal asfalt op funderingslaag aangelegd. Dus Eemshaven Delfzijl is ook menggranulaat betongranulaat onder het asfalt aangebracht. En ook langs de Friese kust is er ook heel wat asfaltgranulaat vermengd met zand aangebracht, wat ook als een funderingslaag dient. Maar dan zie ik dat we dus een hele handreiking schrijven over asfaltdijkbekleding op funderingslagen. Maar in de regenbouw worden eigenlijk al jaren funderingslagen gebruikt. En de argumenten die je net noemt, heel veel daarvan komen ook in de regenbouw voor. Waarom maken wij dan geen gebruik van die regenbouwkennis? Waarom is er een specifieke handreiking voor nodig? Nou, het type belasting is behoorlijk anders dan een wiellast uit de wegenbouw. Golfklapbelastingen hebben een grote breedte van zo'n meter breed. Wordt dat asfalt in een golffront wordt dat belast. En dat is toch wat anders dan een wiellast. En waarom is dat belangrijk voor het vermoeiingsgedrag van het asfalt? Waarom is dat belangrijk? Nou, de spanningen in de grond zijn ook anders onder golfbelasting. En dat beïnvloedt het draagvermogen en ook de buiging van het asfalt en daarmee ook de vermoeiing. En wat ook anders is dan de wegenbouw, is dat we niet een continue belasting hebben. In de wegenbouw kan je altijd even kijken van functioneert het goed. Maar in de waterbouw heb je lange tijd eigenlijk nauwelijks een belangrijke belasting voor je asfalt. Het asfalt wordt wel steeds ouder door weer en wind. Maar als die grote storm komt, dan moet die tijdens de storm moet het asfalt het gewoon gaan doen. Nou, en dat moet je eigenlijk simuleren, want in werkelijkheid gebeurt dat maar één keer in de 10.000 of 5.000 jaar. Dus je moet heel goed eraan rekenen en goed met proeven onderbouwen dat het asfalt het gaat houden. Vandaar dat we een specifieke handreiking hebben voor asfaltdijkbekleding op funderingslagen. Want ik beluisterde precies wat jij zegt, van, ik had ook een beetje van, ja, maar beide is nog steeds vermoeiing, maar de vraag die ik dus had willen stellen is van ja, bij waterbouw en wegenbouw gaat het dus nog steeds om vermoeien. Maar voor jou zit het verschil er dus in. Bij de wegenbouw gaat elke dag die vrachtwagen eroverheen en treedt die vermoeien continu op. En bij die storm is dat op een dijk totaal anders. Ja, precies. Jij moet het houden in een min of meer fictieve situatie. En dat is dan ook echt een moment van één storm, dan moet hij het houden.
En het asfalt wordt ook relatief erg oud in de waterbouwwereld. Dus je moet dat ook in de vingers hebben, die veroudering. Daar gaan we het zo meteen volgens mij ook nog over hebben in het volgende interview. Dankjewel Bernadette voor wat uitleggen over de dijkbekleding op funderingslagen. Ik schakel even door naar Jan Hatenboer. Dat is een senior projectleider bij het Wetenschip Friesland. Wat ik waarschijnlijk niet goed uitspreek, maar dat kan ik vast veel. Even kijken, hebben we Jan in beeld? Nou, ik hoor jou in ieder geval wel. Dus, We horen jou ook. Kijk, dat gaat goed. Ja. Jan, wat is er gebeurd bij het project POV Wadden? Ja, nou, eigenlijk is de voluit de projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken. Dat is een initiatief vanuit het landelijke HWBP-programma. En we hebben daar de afgelopen jaren eigenlijk langs de Friese Waddenkust een aantal onderzoeken gedaan. Totaal waren dat er 12. En het ging onder andere over de hydraulische belastingen op dijken. Maar het ging ook over allerlei nieuwe dijkconcepten. Sommige waren ook niet zo nieuw, maar overslagbestendig en een dubbele dijk en rijke dijk, multifunctioneel dijk. Dus dat ging echt over hoe kun je nou op een andere manier dijken ontwerpen. Maar er waren ook een aantal onderzoeken die hadden betrekking op de bekleding van onze dijken. En dat ging onder andere over gras en klei, over steenbekleding, maar ook over asfalt. En dat is denk ik dan waar we het nu even over gaan hebben. En we hebben inderdaad een onderzoek uitgevoerd naar asfaltbekledingen. En eigenlijk was de vraag van, kunnen we nou toe naar een wat meer functionele beschrijving van asfaltbekledingen? Los van alle details waaraan we altijd moeten voldoen. En eigenlijk hebben we geprobeerd om op basis van die functionele beschrijvingen, om marktpartijen uit te nodigen om ja, met innovaties te komen en met andere oplossingen te komen. Dus dat was eigenlijk even kort gezegd het doel van de POV Wadden in het algemeen en het onderzoek asfaltbekledingen in het bijzonder. En als je daar nu naar terugkijkt, wat heeft dat dan specifiek opgeleverd waar je nu mee in de praktijk aan de gang kan? Nou, het heeft in ieder geval opgeleverd en dat is denk ik ook de kracht van de innovatie van de markt, dat je toen wij bezig waren met de voorbereiding, en daar was ook Bernadette bij betrokken en ook andere collega's uit het werkveld, van dat je hebt een beeld van over wat voor innovaties je het gaat hebben. En wij hadden aan de voorkant bedacht, nou, we hebben een stuk Waddenzeedijk. Dat is eigenlijk onze beste asfaltbekleding op de dijk. En daar willen wij een aantal proefvakken beschikbaar stellen voor innovaties. Maar er waren ook marktpartijen die zeiden van ja, wij willen niet innoveren door middel van hele nieuwe bekledingen, totale nieuwe bekledingen. Maar wij hebben ook oplossingen die min of meer uit overlagingen van bestaande bekledingen bestaan. Nou, en dat was eigenlijk iets wat we niet hadden voorzien. Je ziet ook nu een foto van zo'n overlaging. En die hebben we dan op de Noorderhavendam in Hardlingen laten uitvoeren. Dus dat was eigenlijk, ja, beste markt, kun je op basis van een wat meer functionele beschrijving innovaties aanbieden. En nou, kom maar op. En dan gaan wij beoordelen en bekijken of wij nou, jullie kunnen toelaten en jullie een toevang kunnen geven. Dus dat was eigenlijk de basis waarop we begonnen zijn. Als ik dat zo beluister, dan heb je vooral ook heel veel nieuwe ideeën en nieuwe innovaties, maar dus ook innovaties en nieuwe oplossingen gekregen. Nou is er zo'n eindrapport, of die is op een hana klaar, heb ik begrepen. Ja, ja. Voor wie van onze luisteraars ook onder andere, maar voor wie zijn nou deze resultaten van zo'n POV, voor wie zijn die nou relevant? Nou, in dit geval, zou ik bijna zeggen, zowel de markt als de opdrachtgeverskant. Kijk, als waterschappen, als waterkeringbeheerders staan we allemaal voor een opgave om asfalt op dijken te vervangen. En op basis van deze conclusies zijn wij nu bezig om een soort handreiking te maken voor onze collega-opdrachtgevers. Om te zeggen van hoe ga je nou met onze opbrengsten, hoe kun je die nu het handigst toepassen in de praktijk? Want ja, we hebben toch belangrijke dingen gezien en andere mengsels, andere manier van aanbrengen. En ja, volgens ons is dat toepasbaar in de praktijk. Dus aan mijn collega's aan de opdrachtgeverskant zou ik zeggen van nou,
Pak straks die handreiking erbij en probeer het op die manier in je uitvoeringsprojecten een plek te geven. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is dat we natuurlijk nu een aantal marktpartijen meegedaan hebben. En die willen natuurlijk graag hun innovatie gaan toepassen. Op basis van onze functionele specificatie die daar ook bij hoort. Dus die marktpartijen die meegedaan hebben, ja, die hebben nu het lichte voordeel dat ze iets uitgeprobeerd hebben wat ook nu doorontwikkeld kan worden en gebruikt kan worden onder bepaalde voorwaarden. En andere marktpartijen die kunnen het vertrouwen hebben op basis van ons onderzoek dat als ze op die manier met een uitvraag van een waterschap omgaan, dat dat ook een product is wat toegelaten wordt in een aanbesteding. Dus dat is uiteindelijk waar we naar zoeken. Ik moet er ook onmiddellijk wel bij vertellen dat natuurlijk niet... Kan je toch langzaam onderbreken? Ja. Ja, we kregen maar 5 minuten. Oh. Dus we willen ook nog wat ruimte houden voor de volgende persoon. Ja, goed. Nee, dank. We gaan weer opnieuw proberen om verder eens in beeld te krijgen. Dankjewel, Jan. Oké, geen dank. En dat verder iedereen het gewoon rechtstreeks aan de onder andere. Ik heb begrepen verder is ook aangehaakt. En ook, dat heb je waarschijnlijk een uur frustratie gekost om het geluid goed te krijgen. Valt mee, Inge. Er zijn altijd andere wegen. Kijk, mooi dat het gelukt is. Fijn verder. Want we stappen met jou over naar een onderwerp, de handreiking vraagspecificatie asfaltdijkbekledingen. Verder Tolman is van Kila Kowak en jij hebt hier een hele grote bijdrage aan geleverd. Maar voor mij is het nog echt een hele mond vol, zo'n vraagspecificatie. Ja, nog steeds heel abstract. Kan jij ons vertellen wat dat precies inhoudt? Waar gaat dit over? Ja, het is een beetje wonderlijk dat abstract is, want het is iets wat we dagelijks allemaal doen. Het heeft gewoon betrekking op twee simpele dingen. Het stellen van een vraag en het krijgen van een antwoord. Nou, wat is het probleem dan? De opdrachtgever moet zijn vraag duidelijk stellen. En duidelijk heeft natuurlijk een heleboel aspecten. En daar gaan dingen verkeerd. En de opdrachtnemer die moet dan ook inspelen op de vraag. Dus die moet de vraag begrijpen en vervolgens leveren wat er gevraagd is. En dat kan dus van beide kanten fout gaan. Nou, als je dan kijkt wat een vraag inhoudt, ja, dan denk ik dat je het beste gewoon de 6 zogenaamde journalistieke vragen kunt stellen. Dat is wat wil je hebben, waar gaat het om, wie doet het, op welke plek wil je het hebben, wanneer, hoe en waarom. Dus de vragen zijn dan wie, wat, waar en wanneer, hoe en waarom. En als je die vragen beantwoord hebt, dan heb je volgens mij een groot deel van het hele probleem van de vraagspecificatie al gehad. Nou, waar heeft zo'n vraagspecificatie dan betrekking op? Nou, ten eerste op dingen die we willen hebben. Dat is vrij voor de hand liggend. Maar verder is het ook wel verstandig om te vragen naar de manier waarop je dingen gaat krijgen. Dus het proces, hè, de werkwijze waarop iets tot stand wordt gebracht. En tenslotte naar de beschrijving, de documenten die je ook altijd wilt hebben als bewijs en vooraf als vastlegging in de vorm van een contract. Hè. Dus het is ook verstandig om te vragen hoe een testrapport eruit ziet, hoe een contract eruit ziet. Dus dat zijn de aspecten van een vraagspecificatie. Nou, nu zie ik in beeld al een mooie tabel. Ik denk dat hiermee de problemen dus beginnen. Althans, de schijnbare problemen. Want als je op deze manier met elkaar wilt communiceren, dan is het belangrijk dat je in ieder geval een soort vorm hebt waarin je dat doet. En dat je dat gestructureerd doet. En waarom is dat belangrijk? Nou, structuur maakt het makkelijk om dingen terug te vinden en het maakt het makkelijk om het overzicht te behouden. Als je dan deze tabel ziet en je bedenkt dat dit 1 enkele vraag behelst, dan lijkt dat nogal complex.
Het is dan ook een vrij volledig schema om die vraag te stellen. En je zult ook zien dat het heel vaak niet nodig is om alle vakjes in te vullen om elkaar te begrijpen, maar dat het wel wenselijk is om het te doen, om te zorgen dat, dat iedereen hetzelfde daarin leest. Nou, daar zijn wat schema's en tabellen voor, maar dat is niet het wezen van de zaak. Hè. Die schema's en tabellen die maken een soort vormgelijkheid, brengen een soort vormgelijkheid tot stand om de communicatie eenduidig te houden en overzichtelijk. Maar de inhoud, ja, dat zijn toch in feite altijd die 6 voor de hand liggende vragen. Nou, ik hoop het hiermee iets wat simpel te hebben voorgesteld en duidelijk te hebben gemaakt waarom die waarschijnlijk toch wat complexere vorm soms toch handig kan zijn. Maar dat betekent dus vooral dat ik in die handreiking vraagspecificatie ook meegenomen kan worden door die hoe, wat, waar, wanneer vragen, zodat je ook helderder krijgt wat wil je nou als opdrachtgever, wat voor belangrijk is van de opdrachtnemer en dat dat dus wat qua uitvraag dus helderder wordt. Ja, daar komt het gewoon op neer. Dus erg moeilijk is het allemaal niet. Het is wel een hoop meer werk in die zin dat als wij communicatie voeren door te spreken en vooral als je daar nog beelden bij hebt dat je elkaar kunt zien, dat er een heleboel non-verbale communicatie wordt overgedragen en dat lukt veel minder makkelijk wanneer je dingen op papier moet zetten. We schrijven nou eenmaal geen romans en proza. Ben je dus gebonden aan die vorm en dat maakt het mogelijk om misverstanden toch een stuk kleiner te maken. Wat ik er nog aan zou willen toevoegen is dat dit allemaal niet zo heel erg nieuw is, want in bestekken doe je dat in feite dus ook. Hè. Bestek is ook een opsomming van allerlei dingen die je wilt hebben. En we bestekken nogal eens het nadeel wat hier ook altijd dreigt, dat kopiëren en plakken heel erg populair is. Nou, dat is vaak niet zo verstandig. Het is toch goed om de zaak rustig te doorlopen en te zien of je nu alles precies hebt gevraagd. Nou, ik het woord bestek heb genoemd, is het misschien ook wel nuttig om het begrip functionele specificatie nog even kort onder de aandacht te brengen. Heel kort graag. Heel kort. Oké. Eigenlijk moet je onderscheid maken tussen zaken die je bestekmatig uitvraagt, functionele vragen en vragen van de gebruiker. En de functionele vraag geeft antwoord op de vraag hoe iets werkt. En de gebruiker geeft, de gebruiksvraag geeft antwoord op de vraag waartoe iets dient. Nou, die twee worden nogal eens door elkaar gehaald tegenwoordig. Maar goed, dat is een ander onderwerp, misschien een heel college, om die twee aspecten uit elkaar te houden. Dan zal ik het hier van de tijd bij laten. Dankjewel, Fedde. Want dat is, dit was natuurlijk ook precies het idee. We wilden de kennis delen, we wilden ook de kennishouders in beeld hebben. Iedereen heeft nu gezien, we moeten bij Fedde zijn als we een ingewikkelde vraag toch eenvoudig uitgewerkt willen hebben. Dankjewel, Fedde. Graag gedaan. Ik ga naar Catharina, want we gaan over naar de handreiking voor de specificaties van de levensduur van dijkbekledingen van waterbouw asfaltbeton. Een hele mond vol. We gaan hiervoor naar de TU Delft. Catharina Verveerde is daar assistent professor pavement engineering. En zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de onderzoeken voor dit rapport. Maar we gaan daarvoor ook over naar het Engels. Catharina heeft mij gevraagd om het in het Engels te doen. Dat wordt dus vooral nu een uitdaging voor mij. Hi Catharina, thank you for joining us. Yeah, thank you. And thank you for allowing this conversation in English. I'm not a very confident Dutch speaker, so yeah. I hope everybody will understand it in this next 5 minutes. I hope this report is all about the specifications for durability of dike revetments. Could you explain us what is the report about? Yeah, of course. So actually,
this report or guidelines, let's say specifications, is actually the result of the project of research that has been done the last 2 years, let's say 2-3 years or more even. And it aims actually to provide a framework, which is a set of methodologies, test methodologies, but also requirements, functional specifications, if we may say, so that the mixtures that will be developed for dike revetments will have an extra quality and a longer lifetime. So if we have to, let's say, describe what it is in the reports, it can be split or divided in three parts, which are of course all related, interrelated. In the first part, we have a mixture model, lifespan durability model or lifetime model, if we may say, where you can use it to predict development of strength with time and also assess the effect of air void contents on this degradation of strength. Then the other part of the report relates to a test methodology and some requirements on resistance of mixtures to moisture and stress that comes from freeze-thaw cycles. And finally, at the end, we have a set of tests that can be done at component level in order to carefully select the materials that will make actually a mixture to be applied that will be durable and resistant to stripping, moisture, and all these phenomena that occur in the dike revetment. So this is more or less a description, a summary of what is there. There's a lot to be that you can read in this report, but is it really possible to predict and make specifications for life expectancy for asphalt? what are the focus points if we do so? Yeah, that's a good question. Actually, the prediction of durability is not a very simple task. Life estimation is quite complex. There are many parameters that influence this durability, let's say, of a mixture. And it also requires a lot of information. However, at the moment, what we want to do also in dike revetments is also to go to implement new technologies, innovative technologies that are more sustainable and meet requirements that are set at higher levels. So for this, we have new materials and modifiers. We use bio-based products. We are trying to increase asphalt recycling. And on top of that, we have also climate change effects. We have intense precipitations, higher temperatures, etc. So all this, I think, makes our life a bit more difficult or challenging, let's say, and creates a lot of uncertainty. So what we want to do with this framework that we have developed is actually to help water authorities, dike managers, to minimize these risks and be a bit more confident in applying these new technologies. And at the same time, of course, help industry, market parties, to also have some tools that can assess their designs, even from the first phase, pre-design phase, design phase, and allow for innovations, let's say, in the dike revetment sector. I think it's really helpful that these kind of questions are for all of the owners of dikes, very interesting, and all these new developments that they have to deal with it. Thank you for this explanation and for this report. And we will start using it because we will need it. I will go to our next thank you. Dankjewel. Ik ga nog één interview doen. En dat moet ik heel snel doen. Want dat gaat allemaal af van de tijd van onze programma. Rolf Bruins. Ga ik nu in beeld. Rolf is adviseur waterbouw bij Rijkswaterstaat. Maar vandaag gaan we niet praten over echte waterbouwprojecten en over de uitvoering buiten. We gaan het hebben over de taakgroep waterbouwasfalt bij het COW. Rolf, help ons eens. Wat is dat voor een taakgroep? Ja, het is bijzonder om dit zo vanuit huis te mogen presenteren. Maar de RW-taakgroep waar ik in zit, dat is een groep van mensen vanuit opdrachtgevers, aannemers en kennisinstituten. En als taakgroep vallen we onder de werkgroep asfalt van de CROW.
En hebben we als doel om te kijken of hoofdstuk 52.5, en die gaat specifiek over kust- en oeverwerken, gebonden bekledingconstructies en proeven, of dat hoofdstuk een update nodig heeft. En dit is dus een tweede fase eigenlijk, want er is vorig jaar een revisie geweest. Maar in deze fase gaan we meer kijken of het, of het past om een functionele omschrijving mogelijk te maken voor verschillende asfaltmengsels. Fabian vraagt om de volgende sheet even in beeld te brengen. Dan zien we ook de deelnemers van de taakgroep. Het ging ons tenslotte om kennis en kennissen. Dus, en dan zie je dat het dus een hele gevarieerde groep van mensen is die allemaal hun kennis meenemen. Waar zijn jullie als groep nu op dit moment momenteel mee bezig? Goeie vraag. Ja, we zijn nu als taakgroep een paar maanden geïnstalleerd voor die tweede fase. En we zijn ons nu eigenlijk aan het focussen om te kijken of de meer empirische benadering voor asfaltmengsels binnen de waterbouw op een meer functionele manier kan worden omschreven. Dit betekent dus eigenlijk dat de mengsels zoals die nu beschreven staan meer worden geschreven naar de functie en de eigenschappen die ze moeten hebben. En op die manier zijn de mengsels beter af te stemmen op de plek waar ze worden toegepast, maar ook op basis van welke materialen er beschikbaar zijn. Nou, dit vraagt natuurlijk wel een goede specificatie van de functies waar een mengsel aan moet voldoen. En we zitten nu als werkgroep in de fase dat we voor de verschillende mengsels bekijken of dit mogelijk is en welke functies en eigenschappen je daar vervolgens aan moet toekennen en welke proeven daar dan voor geschikt zijn. Nou, hier zitten we dus nog wel in een verkennende fase. En zijn we eigenlijk ook op zoek naar onderzoeksresultaten van proeven die recent zijn uitgevoerd voor verschillende mengsels. En dan wil ik dit moment ook meteen even aangrijpen voor iedereen die meeluistert. Als taakgroep zijn we wel bij geholpen om resultaten van dit soort proeven, als die met ons gedeeld worden, of als proeven kunnen meegenomen worden in een nieuwe uitvraag. Dus als dat zo is, laat het vooral even bij mij weten of iemand uit het lijstje dat jullie zien staan. Kijk, hartstikke mooi. Rolf, heel erg bedankt. Het was heel kort, maar ik ga hem nu gewoon beëindigen en inkorten. Oké. Helaas. Ik ga het een beetje weer inhalen. Want we moeten nou met elkaar en met z'n allen aan de slag. Wat gaan we namelijk doen? We hebben nu een heleboel kennisuitwisseling gedaan en met verschillende kennissen. Sommige wat langer, sommige wat korter. Sorry, Rolf. wat gaan wij nu zelf doen? Wij gaan nu een gezamenlijke verkenning doen naar de speerpunten van de toekomst. We hebben heel veel gehoord, maar wat zou je nu als strategische verkenning met iedereen, alle kennis hier aanwezig, wat zou je dan als speerpunten de komende tijd hebben? Als het goed is, hebben jullie in de uitnodiging al gezien dat er een Mentimeter is. Kijk, en dit is bovenin zien jullie staan dat jullie naar menti.com kunnen gaan. En dan kunnen jullie in beeld ook de code lezen. 1700-1613. Daar staat deze vraag. En dan krijgen jullie gewoon vrije ruimte om zelf in te voeren. Ja, wat je denkt dat de speerpunten moeten zijn. Waar moet de STOA nu de komende tijd, ja, met alle werkgroepen die daarmee bezig zijn, mee aan de slag? Ik ben benieuwd wat we zo meteen allemaal in beeld gaan krijgen. Dus we hebben hier zoveel kennis aanwezig. Dus we krijgen nu, hoeveel deelnemers hebben we op dit moment? 84. Ja, kijk. Dus, ik doe dan zelf niet mee, maar we hebben toch zeker 80 ideeën straks bij elkaar. Want de STOA heeft namelijk een strategische verkenning zelf ook uitgevoerd, maar wij zijn toch ook wel heel erg benieuwd naar 80 mensen aanwezig, de volle breedte hier in de zaal. Waar moeten wij nu de komende tijd onze focus op leggen? Kijk, de eerste heeft Menti gevonden en heeft de code ingevoerd 1700-1613. Kijk, de duurzame asfaltmengsels. Ah, hergebruik. Nou, die hebben we net in de korte presentaties ook even gehoord. Levensduurverlenging. Dat is natuurlijk inderdaad ook een ontzettend mooi, ook om duurzaamheid te bereiken. Hoe langer je met je materiaal doet, hoe langer je ermee doet, hoef je ook niet meer te recyclen. Ah, kijk. De beoordeling van open steenasfalt. Ik zie nog een keer het woordje hergebruik. Circulariteit. Ja, dat is wel een verschil natuurlijk tussen circulariteit en hergebruik. De nulmeting zie ik voorbij komen. Hoe moet je die uitvoeren? En nulmeting naar aanleg.
echt je startpunt als wijkbeheerder. Een hele andere hoek is de phreatische lijn in combinatie met AGK. Ik hoop dat iemand hier straks aanwezig weet wat AGK is. Dat gaan we zien. Misschien dat diegene die dat heeft ingevoerd zijn speaker nog even aan kan zetten. Wat is AGK? Ja, dat ben ik die het ingebracht heb. Paul Buring, Wetterskip Friesland. AGK, dat is het toetspoor asfalt golfklappen. Daar staat die afkorting voor. Maar ik mocht maar 25 karakters invoeren, dus ik heb het even zo gedaan. Slim. Toepassingsvoorwaarde daarvoor is dat je geen water onder het asfalt mag hebben. En we zien in de praktijk dat dat toch wel vaak voorkomt. Dat er een hoge phreatische lijn in de dijk zit. En dat er dus eigenlijk water onder het asfalt staat in combinatie met golfklappen. Nou, daar is denk ik nog wel het een en ander te verkennen. Dankjewel voor je toelichting. Dat was fijn. En inderdaad, je wordt beperkt in het aantal karakters. Ja, ik zie dat we al heel veel mooie punten hebben binnengekregen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ondertussen ben ik toe aan een kop koffie en een slok drinken. Ik denk dat dat voor meer mensen is. We hebben een pauze tot 14:40. Dat zeg ik goed, even check, check. Ja, 14:40. Dan gaan wij hier weer allemaal verder. Dus bedankt voor dit eerste stuk. En ik zie jullie straks allemaal weer terug. En vul vooral nog allemaal je ideeën in. Dat kan gewoon nog steeds in de Menti. Fijne pauze.
Gaat goed, Mark. Nu is er nog een thema om te voegen of wat ze daar aan hebben over. Nee, we houden het zo. We houden het bij de vijf. Steeds het plan en je niet uitvoert. Ja. Ja.
Nee, ik vind het bijvoorbeeld, hè, wat we allemaal van nu aan het doen zijn, dat houden is een paar kansmiddelen. Ja, dat is natuurlijk maar ja, het is een goede wedstrijd. Ja, dat is een keer een persoon aan het gedaan. Ja. Ja, precies. Dat is een leven waar ik ook eigenlijk altijd, dus ik heb er 3 jaar in het week. Ja. Nou, ik kom weer met jullie, hoor. Oh,
Ja, zeker. Eerst een goede visie hebben over waar je over 30, 50 jaar staat. Ja, ik kom een beetje onzonder van. Oké. Dan word ik erbij, hè. Zonder dat het goed wordt. Zijn dat een muur? Van mij? Ja. Dicht, ja, ik doe hem nu toch dicht. Ja. We zijn het straks vergeten. Ik moet eerst op de zijkant, hè, want zij interviseert zijn. En dan gaan we het naar de zijkant. Ja. Maar we gaan wel zeker. Ja, we krijgen nou, een beetje wat jij zei ook wel, want het is veel informatie. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb heerlijk even wat gegeten en wat gedronken, dus ik kan er helemaal tegen. Want we gaan weer verder. Want wat we net deden, zo'n strategische verkenning, met even kijken van wat willen we nou in de toekomst gaan doen. Dat hebben we met de STOA, heeft dat ook gedaan. En Nissan Mir Mohammed is een van de medeopstellers van een strategische verkenning bekledingenonderzoek. En we gaan daar niet alleen over praten, we nemen jullie ook mee naar de dijk. En op de dijk staat onze razende reporter Arjan de Loof. Die staat klaar om in te zoomen op enkele aspecten, specifieke aspecten. Maar we starten bij Nisa, die ons meer vertelt over wat er in die strategische verkenning zoal is gedaan. Nisa, kom maar bij. Dankjewel, Ine. Ja, nou... Fijn om jullie iets te kunnen vertellen over wat we hebben gedaan in de strategische verkenning bekledingenonderzoek. Ik mocht daar inderdaad, zoals Inge zei, medeopsteller van zijn. Dat heb ik samen gedaan met asfaltdijkspecialist Arjan de Loof, die net ook al is genoemd. Kees Montban, ook een guru op het gebied van asfalt. Daar komen we wel. Langzaam maar zeker. En Wouter Bult van STOA. Wat wij hebben gedaan. Dat deze verkenning is. Het is van. Handvatten voor de inspectie en het onderhoud, oftewel voor de beheerder in het veld. En wat wij daarbij hebben gesteld, is dat de behoefte vanuit de beheerder centraal staat. Dus de achterban van vooral STOA, maar ook Rijkswaterstaat als waterkeringbeheerder, die hebben we geprobeerd zoveel mogelijk te benutten. Volgens mij zie ik, ja, de presentatie hier staan. Mag ik de volgende sheet? De vragen die ons ter oren kwamen, die bestonden dus uit zaken die we al een beetje hebben gehoord vandaag. Beheerders lopen er tegenaan in het veld, dat ze eigenlijk niet goed weten, altijd, hoe ze nou moeten weten of hun bekleding wel of niet nog steeds sterk genoeg is. De instandhouding waar Joost het bijvoorbeeld al over had. Verder, als ze al dan schade zouden zien, weten ze ook niet altijd hoe ernstig dat is en of het een maatregel behoeft of niet. En welke schade dan onmiddellijk moet worden hersteld of niet. Hè? Dus als je risico gestuurd zou willen onderhouden, hoe je dat dan precies zou moeten doen. Dus niet alleen welke maatregel, hoe lang het goed blijft, maar ook
wat dan de kwaliteit is, ook in relatie tot de levensduur van de bekleding. Nou, dat waren allemaal vragen die centraal hebben gestaan voor onze aanpak van deze strategische verkenning. Deze aanpak, volgende sheet graag, Fabian, zijn we maar als eerste begonnen met een aantal experts te interviewen. En we hebben een aantal type bekledingen beschouwd. De grasbekledingen, de steenbekledingen en de asfaltbekledingen. Nou, die experts hebben ons al bepaalde richtlijnen en inzichten verschaft. En toen vonden we het ook wel heel belangrijk om ook de achterban te consulteren die dagelijks met al die bekledingen bezig zijn of aan het werk zijn. Nou, we hebben dat eigenlijk gedaan voor alle type bekledingen. Voor de asfaltbekleding heeft dat geleid tot een heuse sessie in het lescentrum in Utrecht, waarbij diverse partijen aanwezig waren, niet alleen beheerders, maar ook marktpartijen, aannemers of kennisinstituten. Voor de grasbekledingen bestond en bestaat nog steeds het expert in grasbekledingen. Dus die hebben wij voor de grasbekleding als achterban geconsulteerd. Ja, en voor de steenbekledingen wilden we eigenlijk ook zo'n sessie, zo'n interactieve sessie in het lescentrum hebben. Maar dat is niet gelukt. En dat was omdat er heel weinig respons kwam op de uitvraag. Wij snapten niet zo goed waarom. Maar we hebben al eerder langs gehad dat een aantal sleutelfiguren op het gebied van steenbekledingen misschien op dit moment of met pensioen zijn of er niet meer zijn. Dus er waren zo weinig aanmeldingen dat uiteindelijk de steenbekleding is niet meer doorgegaan. Wat natuurlijk wel jammer is, maar misschien wellicht in de toekomst een hervatting. Nou, vervolgens hebben wij alles wat wij hebben gehoord en meegemaakt van de diverse achterbanconsultaties en experts verwoord in een rapport. Dat rapport is intussen gereed en zelfs downloadbaar op de Stoa-site. En daar hebben we al onze bevindingen ingezet en ook de aanbevelingen. Nou, en dan de volgende sheet, Fabian. En de aanbevelingen, dat waren diverse, maar eentje wil ik specifiek noemen. En dat is een aanbeveling die is gekomen uit de sessie over de afvalbekledingen. Daar bleek toch dat men heel veel behoefte had om meer te weten over steenasfalt. Niet alleen hoe je het moet onderhouden en monitoren en ervoor zorgen dat die sterk genoeg blijft, maar ook hoe je er in de beoordeling mee om moet gaan. Dus de consequentie van deze aanbeveling is geweest dat we toch echt met een heuse pilot over steenasfalt zijn gestart. Dat is de laatste sheet die ik heb, Fabian, vraag. En in deze pilot kijken we naar een echt dijkvak binnen het waterschap Zuid-Zeeland. En daar gaan we van alles doen om meer kennis en inzicht te krijgen over steenasfalt. Nou, en om jullie daar mee te nemen, schakelen we nu live over naar Arjan de Loop, specialist asfaltdijkbekledingen van Klimacola, die jullie meeneemt in de pilot. Als de techniek het doet, denk ik dat jullie zo verbonden worden live met de 1 Meerdijk. Werkt die? Hij werkt. Oké, dat is mooi. Nu ziet jullie. Oké, nou, geweldig. We staan hier inderdaad op de dijk. Ik sta hier met Bernd Vetlaar van het Waterschap Zuid-Zeeland. En eerst maar eens even aan Bernd vragen. Je werkt dus voor het waterschap. En kun je iets meer daarover vertellen? Wat doe je daar, Bernd? Binnen het waterschap ben ik werkzaam als adviseur waterkeringen. Dus alles wat voorbij komt bij ons waterschap wat te maken heeft met de waterkeringen, bemoeien wij ons mee. We zijn met een gering team, klein team die daaraan werken. En dat gaat van complexe vergunningverlening tot beoordeling, werken derde, klein beetje advies richting beheer en onderhoud. Oké. Nou, geweldig. We staan hier ook op een mooie locatie. We zijn op bezoek bij jullie, hè, het Waterschap Zuid-Zeeland. En misschien kun je er iets meer over vertellen. Waar zijn we hier op dit moment? We staan nu op de 1 Meerdijk. Dat is een stuk dijk tussen Almere en Zeewolde. Bekend van de windmolens die op de kernzone van de dijk staan nabij de Stichtse Brug. Het is een onderdeel van dijktraject 8-1. Dit jaar gaan we die dijk beoordelen tot een voorlopig oordeel. Het heeft een veiligheidsnorm van een ondergrens van 1/10.000ste. En een onderdeel van deze dijk is zowel op het onderbloop, op de buitentaluut onderaan en het buitentaluut bovenaan, dat we open steenasfalt hebben. Dit ligt er al
vanaf 1990 zo'n beetje is het aangebracht. En dat, het is wat verspreid van welke jaartallen het zijn. 2008 is het laatst neergelegd. En we weten niet zo goed hoe we hier in de beoordeling mee om moeten gaan. En ook met ons beheer en onderhoud niet. Vandaar dat we nu bij dit project betrokken zijn geraakt. Oké, okay, dat is duidelijk, Bernd. Ik weet niet of de cameraman ook heeft laten zien. Ja, de dijk zelf, hè, we hebben hier dus op het ondertaluut is het eigenlijk wel goed zichtbaar, denk ik, dat hier open stenensvat ligt. Maar ook op het boventaluut ligt open stenensvat. En dat is eigenlijk een situatie die in Nederland vaak voorkomt. En ook trouwens in het buitenland. Dat het wordt afgedekt met een klein laagje klei of teelaarde. En vervolgens wordt begroeid. Misschien dat ik heel kort eerst even kan vertellen. Of iets meer kan vertellen over open stenensvat zelf. En nou, ja, precies. Bernd houdt het even vast. En ik hoop dat dat goed zichtbaar is. Maar kijk, open stenensvat is eigenlijk een mengsel vooral van steen, grove steen en asfaltmastiek. Een asfaltmastiek, dat is dan weer een mengseltje van bitumen, zand en vulstof. En dat asfaltmastiek, dat is in zichzelf een heel erg duurzaam dicht huidje wat om die stenen heen wordt gekit. En wat die stenen dus aan elkaar plakt. Doordat er van die grove stenen wordt gebruikt, krijg je een hele open structuur. Is het ook goed begroeibaar? En is het bijvoorbeeld ook waterdoorlatend? Nou, het is niet alleen waterdoorlatend, maar het is ook gronddoorlatend. En daarom wordt er ook eigenlijk altijd een filter onder het open stenensvat toegepast. In dit geval zit er een geotextiel onder. Dat is ook wat je heel vaak eigenlijk ziet. Het kan ook voorkomen dat er een filter van zandasfalt onder wordt aangebracht. Nou, dat ligt hier dus. Hier ligt denk ik ook een geotextiel onder. Ik weet dat niet zeker, maar misschien dat Bernd het wel weet. Ja, het ligt eraan wanneer het aangelegd is. Dit is een redelijk recent stuk en daar ligt geotextiel onder. Onder andere delen zijn er ook stukken waar geen geotextiel onder ligt. Oké, okay, ja, ik kan me inderdaad ook herinneren dat er op de oude delen van de Meerdijken ook veel zandasfalt is toegepast. En onder andere ook op de Houtribdijk, inderdaad. Nou, het volgende waar we dus hiervoor staan, dat is eigenlijk het project Open Stenensvat, zoals wij het dan noemen, waar we mee begonnen zijn. Ik kan er misschien wel iets meer over vertellen. Kijk, Bernd gaf het net al aan, eigenlijk Open Stenensvat ligt op veel locaties in Nederland, ook op de primaire waterkeringen. En hoe je ermee om moet gaan met beheer en onderhoud en ook met de toetsing, daar zijn eigenlijk best veel vragen over. En de bedoeling van het project waar wij op dit moment mee bezig zijn, dat is om daar meer duidelijkheid over te geven. Dus we willen in dit project de conditie, de huidige toestand van het open stenensvat goed in kaart brengen. Dus inzicht gaan krijgen in wat nou de sterkte is van het open stenensvat op dit moment. Wat ook de variatie in sterkte is, hè, zodat we een goed kwaliteitsoordeel erover kunnen vastleggen. En daar gaan we dit jaar eigenlijk mee aan de slag en daar zijn we al mee begonnen. En ik denk, ja, dat is misschien voor de camera net een beetje moeilijk om te zien, maar er zijn ondertussen kernen geboord hier uit de bekleding. En er zijn ook valgewichte flexiemetingen uitgevoerd. En die valgewicht deflectiemetingen, dat is een instrument wat eigenlijk op een aanhanger achter een voertuig zit, waarmee we steeds een klap op de bekleding geven. En dan vervolgens ook de doorbuiging van de bekleding vastleggen. Nou, als we dat netjes doen en ook vervolgens de laagdikte bepalen op die locatie, dan zijn we in staat om de stijfheid van de hele constructie te bepalen. Het voordeel van die werkwijze is dat je eigenlijk heel snel veel metingen kunt doen. Dus we kunnen we staan misschien een minuut stil, dan hebben we de meting gedaan en gaan we naar het volgende punt. Dus we kunnen op zo'n dijkvak makkelijk 80 of 100 meetpunten doen. En daardoor zijn we in staat om goed inzicht te krijgen, niet alleen in de stijfheid, maar ook de variatie in eigenschap die er is. Nou, de laagdikte die is ondertussen ook vastgelegd. En dat hebben we gedaan met behulp van grondradar. We hebben over precies dezelfde meetraai
met grondradar metingen uitgevoerd. En het combineren van die twee gegevens, dat stelt ons in staat om de stijfheid van de hele constructie te bepalen. Dus ook van de ondergrond. Wat gaan we nog meer vertellen, Bernd? Voor ons is het eigenlijk een kennisleemte van hoe we met dit soort asfalt om moeten gaan en hoe we het moeten beoordelen. We hebben de oude toetsrapporten er ook bij gepakt en het VNK2-project. Hoe zijn die omgegaan met dit soort asfalt? En eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer dat er gewoon geen beoordelingssystematiek is. En als je niet weet wat de staat is van je asfalt, weet je ook niet hoe je het moet onderhouden. Dus dat is het rechtstreeks verband. Ze hebben het bij de VNK2 bijvoorbeeld geschematiseerd als zijnde gras met de klei eronder. Nou ja, als dat zal voldoen, dan zal asfalt zeker. Maar wij willen precies weten hoe onze dijk in elkaar zit. En niet het doen alsof er iets zit. We willen gewoon weten hoe zit het nu en hoe houden we het zo goed mogelijk. Voldoet het nu en hoe houden we het zo? En dat willen we graag als uitkomst hebben van deze beoordeling. Dit is niet ons enige stukje dijk met opensteen asfalt. We hebben ook nog de Gooimeerdijk aan de andere kant van de Stichtse brug richting Almere. En dat valt even buiten de scope van dit project. Omdat het behapbaar te houden, dan proberen we dat er een methodiek uitkomt die we ook kunnen toepassen op andere delen en die ook landelijk gezien toegepast kunnen worden. Ja? Oké, dankjewel Bernd. En dat is misschien inderdaad voor iedereen wel goed om eventjes te bedenken. Je kunt het je nu niet voorstellen, maar onder maatgevende omstandigheden dan zal het waterpeil nog wat hoger staan dan het fietspad waar we nu op staan. Dus dat zijn eigenlijk de omstandigheden waar we dan rekening moeten houden. Misschien nog een paar dingen over het project wat we gaan doen. En je kunt het vergelijken met de opzet van het project met een het beoordelen van waterbouwasfaltbeton en het bepalen van de conditie ook van waterbouwasfaltbeton. Daar gebruiken we in hoofdlijnen dezelfde instrumenten voor. Maar omdat de structuur van het openstenenasfalt zo open is, moeten we daar gewoon een aantal aanpassingen aan doen. Dat zijn ook zaken die we uittesten binnen dit project. Dus zodat we die metingen in het veld op dezelfde manier kunnen doen. En die grove structuur van het openstenenasfalt zorgt er ook voor dat we niet met dezelfde laboratoriumproeven kunnen werken. Dus ook in het laboratorium zullen we andere testmethoden hanteren om uiteindelijk ook de sterkte van het openstenenasfalt te bepalen. De kernen liggen dus ondertussen bij ons in het laboratorium. En we hopen dus in de eerste helft van dit jaar die laboratoriumproeven te hebben uitgevoerd. En in de loop van dit jaar dan het project ook verder te gaan uitvoeren. Zodat we hopelijk, als we wat verder zijn in 2021, gewoon daar meer duidelijkheid op hebben. Hè? Hoe moeten we nou de conditie van openstenenasfalt bepalen? Zowel in het veld als in het laboratorium. Nou, dat is de vraag die we in de komende maanden zullen gaan beantwoorden. Tot zover ons inkijkje in het project openstenenasfalt. Ik geef het stokje weer even over aan jou, Nisa.
Hopelijk hebben jullie alle genoten van het korte filmpje. Ja, er ging even iets mis in de zin van... Arjan die koppelde naar mij terug, maar we gingen even naar een filmpje kijken. Dus die hebben we even niet aangekondigd. Maar ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Filmpje over wat we in de praktijk zien met asfaltdijkbekledingen. Ik wil graag even de volgende sheet. Dankjewel. Ja, waar we nu naartoe gaan is reparatietechnieken en hoe je dat moet doen. We hadden al gezien dat een van de vragen uit de praktijk en een belangrijk aandachtspunt en kennisleemte is hoe je punt 1 natuurlijk schade detecteert, hoe je beoordeelt hoe erg het is, hoe je het vervolgens repareert met een goede kwaliteit als gevolg. Nou, over reparatietechnieken hebben we ook al een en ander opgeschreven. Er is ook een handreiking reparatietechnieken. Maar hoe we dat precies in de praktijk moeten toepassen en waar het speelt, daar verschakelen we weer live over naar dezelfde dijk waar we Arjan Roof zo net zagen. En dan neemt Arjan ons mee in de wereld van de reparatietechnieken. Even kijken of de techniek even meedoet. We schakelen weer live over. Ik denk dat de mannen nog net niet helemaal gereed staan. Wachten we heel even. En dat is jammer. Er wordt contact gezocht met de techniek, maar wat we kunnen doen is vragen aan Ruud om met ons de tijd vol te praten, want die had het hier net natuurlijk over reparaties. Ruud, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, Ruud, even voordat we weer contact hebben live met de dijk. Als we in beeld zijn, dan moet je het maar even aangeven. Ja. Je hebt contact. Oh, anderhalf meter, Jan. Ja, zo. Ja? Goed. Zijn we op dit moment te horen? Oké, prima. Nou, we zijn eventjes een paar kilometer opgeschoven op de dijk. We hebben hier een andere bekleding te pakken. Er ligt hier op het taluut waterboor asfaltbeton. En er is ook wel wat behoefte aan reparatie... Als we dat zo zien. En daar gaan we het eigenlijk nu over hebben. Want we hebben dit jaar ook opdracht gekregen van STOA om een handreiking op te stellen voor reparatiemethoden. Nou, daar wil ik het even over gaan hebben met Jan Boezeman, collega van Bernd. En misschien eerst even maar de vraag aan Jan. Je werkt dus ook bij het waterschap Zuiderzeeland. Kun je daar iets meer over vertellen, wat je daar doet? Ja, ik ben senior opzichter waterkeringen bij Waterschap Zuiderzeeland, zoals dat zo fraai heet. En ik hou mij vooral bezig met het beheer en onderhoud van de waterkeringen. Ook met het regelen en zelf inspecteren van de waterkeringen. Die inspecties die vormen dan meteen weer de basis voor het kleinere, maar ook het grote onderhoud. Verder geven wij technisch en houdelijk adviezen bij vergunningsaanvragen. En uiteindelijk houden wij de uitvoering van die vergunningen buiten ook in de gaten. Ja, en dan hebben we natuurlijk een rol in de calamiteitenbestrijding als het gaat om waterveiligheid. Oké, duidelijk Jan. Misschien even een vraag om nog even terug te grijpen op wat we net gezien hebben. We waren net met open stenensval bezig. Nou, dat hebben jullie dus hier ook. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe gaan jullie dus om met open stenensval als er schade is? Hebben jullie daar... concrete voorvallen mee gehad. En hoe repareer je eigenlijk open steenasfalt? Nou, tot op heden hebben wij eigenlijk geen schade aan de open steenasfalt geconstateerd. Moet ook zeggen, we hebben iets van een 18, 19 kilometer dijklengte met daarop open steenasfalt. Maar eigenlijk is bijna alle open steenasfalt afgedekt met een laag grond. En eigenlijk hebben wij daar gewoon geen zicht op.
En je kan wel zeggen van nou, ik haal er hier en daar eens een keer een paar meter de grond er vanaf om te kijken wat eronder zit. Maar ja, hoe tref je dan net die schadelocatie aan? En ik moet ook zeggen van, kijk, je kunt altijd nog kijken of je ergens behoorlijke verzakkingen ziet of wat dan ook. Nou, die hebben wij eigenlijk al die jaren niet geconstateerd. En verzakking zou kunnen duiden op een holle ruimte onder de open steenasfalt. Want dat hebben we niet gezien. Dus wat dat gaat, is er voor ons ook op dit moment geen reden om de open steenasfalt echt op te graven. Wat we wel in het verleden wel gehad hebben, is hier onder de waterbouwasfaltbeton. Dat daar wel een verzakking op een gegeven moment ontstond tijdens een warme zomer. En dat hebben wij wel opengemaakt, opengezaagd, gekeken wat eronder zat. En daar zat inderdaad een nest van een bruine rat onder, een nestkamer van een bruine rat. Nou ja, dat is gewoon allemaal weer aangevuld en weer opnieuw geasfalteerd. Oké, duidelijk Jan. Om dat laatste misschien even te beginnen, dat is het aardige ook van asfalt. Hè? Dus dat het mee vervormt als daar een holte onder ontstaat. Dus dat geeft dan toch een soort signaalwerking. Dat je ziet dat er wat aan de hand is en dat je op die manier kunt acteren ook. En kijk, bij open steenasfalt is het misschien wat moeilijker om reparaties uit te voeren. En vooral omdat je open steenasfalt bij de asfaltcentrale heel moeilijk in kleine hoeveelheden kunt krijgen. Omdat het mengsel zo anders is dan wat ze normaal gesproken gewend zijn om te draaien. Ja, dat ze het hele proces om zouden moeten gooien om een hele kleine hoeveelheid open steenasfalt te draaien. En dat maakt het ook moeilijk om om open steenasfalt te repareren. Dus dat zal ook een onderwerp zijn in die handreiking reparatiemethode waar we dieper op in zullen gaan. Mag ik even een vraag stellen dan? Ja, stel je hebt een vierkante meter schade aan open steenasfalt. Dan is dat toch niet zo erg om dat met een andere asfaltsoort te herstellen. Omdat het maar een heel beperkte schade is. Dat ben ik met je eens. Dat zou natuurlijk een prima oplossing kunnen zijn. Hè, als je inderdaad het over een vierkante meter hebt. Als het een heel groot stuk zou worden. Dan moet je natuurlijk wel weer gaan nadenken. Omdat dan hangt het alweer af van de locatie op het talud. Omdat open steenasfalt een open materiaal is en daar ook in het ontwerp rekening mee is gehouden. En als je een groot vlak bijvoorbeeld met een dicht asfalt zou gaan herstellen, dan zou het inderdaad dan zou er iets met wateroverdrukken mis kunnen gaan. Maar goed, bovenin het talud zou het prima kunnen. Dus dat zijn inderdaad ook zeker aandachtspunten die aan de orde zullen komen. Maar er zijn wellicht inderdaad ook andere mogelijkheden met open materialen die je ook zou kunnen gebruiken. En wat vaak ook nog wel een belangrijk aspect is dat ook het esthetisch verantwoord moet zijn. Hè? Dus je moet niet een lelijke vierkante meter krijgen in iets wat een bepaald beeld heeft. Ja. Jan, misschien moet het even hebben over waarom er nou een handreiking reparatiemethode zou moeten komen. Want ik weet niet, ook met het waterbouwasfaltbeton, hebben jullie het wel eens aan de hand dat er reparaties uitgevoerd moeten worden? En hoe doen jullie dat dan eigenlijk? Wie schakelen jullie in? Hoe kom je tot de reparatiemethode? Nou, we hebben wel eens wat schade. Dan moet je toch vooral denken aan openstaande scheuren van een beperkte breedte. Nou, die scheuren worden meestal weer dichtgegoten, zeg maar, met een gietasfalt. Daarvoor kunnen we gebruik maken, of maken we wel gebruik van technisch rapport asfalt voor waterkeren, zeg maar. Maar ja, als je dan kijkt op het onderdeel reparatieschade, nou, dan wordt in dat dikke boek misschien ongeveer 4 bladzijden aan besteed. Dan heb je denk ik wel eens een beetje gehad. Ja. En daar moeten we het mee doen. Ja, en we hebben ook wel andere schades, zoals wat je hier ook wel kunt zien. We hebben hier nogal wat rietdoorgroei. Ja, wat doe je daaraan? Dat vinden wij ook een lastige. Eigenlijk zijn wij een jaar of wat geleden begonnen met deze glooiing. Zeg maar, gewoon 4 keer per jaar gewoon te maaien. En wat wij hier ook nog wel eens last van hebben, is dat er heermoes doorheen groeit. Nou, we merken ook dat die bitumen rondom die heermoes, dat die wat oplost, waardoor je als het ware bijna de bovenste laag van het asfalt af kunt krabben. Dus ja, dat soort schades hebben we wel. En wat we daar precies mee moeten doen, ja, dat vraagt mij ook af. Ja, dat zijn inderdaad herkenbare problemen, Jan. Dus wat je zegt, rietdoorgroei, heermoes of paardenstaarten, zo worden ze ook wel genoemd. En inderdaad het zuur wat die plant produceert, wat ervoor zorgt dat dat het asfalt gewoon van structuur verandert en los kan komen te liggen. En misschien nog iets ook over het waarom van die handreiking reparatiemethode. Heel vaak wordt er, dat is begrijpelijk, wordt er teruggegrepen op
de methoden die in de wegenbouw gebruikelijk zijn. Jan noemde het net ook al even. Hè, als je een scheur hebt van beperkte omvang, ja, die giet je dan even dicht. Maar er zijn wel degelijk verschillen ook met de wegenbouw, waar je rekening mee moet houden als je een herstelmaatregel selecteert. En ja, een van de dingen waar je rekening mee moet houden, dat is dat het asfalt heel vaak direct op zand is aangelegd. Als we te maken hebben met een scheur, dan zou het zand dus direct via die scheur naar het oppervlak kunnen komen. En dat is niet iets wat je onder maatgevende omstandigheden wilt hebben. En eigenlijk moet je ook naar die situatie kijken of je in dit geval niet alleen die scheur dicht moet maken, maar ook de sterkte moet herstellen. Dus dan zou je een wat zwaardere maatregel moeten doen om te herstellen. Omdat je dat nodig hebt om de maatgevende omstandigheden. Nou, dat is eigenlijk maar zo even een voorbeeld, hè, van de manier van denken die anders is in de wegenbouw dan in de waterbouw, dan bij een dijkbekleding. En ook in de handreiking dijkbekledingen, zoals wat Jan net ook al aangaf. Wat er tot nu toe eigenlijk op papier is gezet, dat is toch nog te veel geënt op de wegenbouw. En die bril van de waterbouwer, die willen we toch iets meer opzetten, hè, bij het opstellen van deze handreiking reparatiemethode. Eens even kijken, Jan. Hebben we nog een mooi onderwerp? Nou ja, kijk, je ziet hier best wel wat riet doorgroeien. Ik heb net laag gegeven, dat maaien we nu 4 keer. Aan de andere kant kun je ook nog afvragen van hoe schadelijk is dan precies dat riet. We hebben wel riet ook wel stukjes uitgebroken, zeg maar. En die riethalm, die gaat eigenlijk, die zit eigenlijk helemaal omsloten door de bitume van het asfalt eigenlijk. Dus in hoeverre loop je risico's met riet in dit soort bekledingen? Het is me ons overigens ook wel opgevallen bij de dijkversterkingen van een jaar of 15 geleden. En waar we met sommige dijken een jaar of 2 bezig waren. Die delen van de dijk die het eerste jaar geasfalteerd waren, in het tweede jaar voor de oplevering kwam hier en daar het riet er alweer doorheen. Dus ja, riet is wel heel erg sterk. In hoeverre kan het uiteindelijk toch echt schade levert het gevaar voor de waterveiligheid? Blijft een vraag. Ja, precies. Ik herken dat. En ik denk dat heel veel dijkbeheerders dat ook herkennen. Of dat weet ik wel zeker eigenlijk. Omdat ik kom ook veel bij andere dijkbeheerders. En vragen over riet krijgen we inderdaad heel vaak. Die ervaring wat jij net aangeeft van soms lijkt het alsof het asfalt verder helemaal niet aantast. Dat herken ik ook wel. Ik heb inderdaad ook wel kernen gehoord, precies op locaties waar riet staat. En dan zie je eigenlijk die rietstengel die zich door het asfalt heeft heen geduwd. En dat asfalt is in staat als een soort dikke vloeistof te vervormen. Hè, dus daarom eigenlijk omheen te gaan zitten. En dan lijkt het inderdaad, of in zulke soort gevallen, als de rietbegroeiing niet te erg is, dan is er eigenlijk, als het om de sterkte gaat, nog niet zoveel aan de hand. Het wordt wel een probleem op het moment dat die rietbegroeiing heel erg dicht is. En het zo dicht is dat dus het asfalt kapot gegroeid wordt. Maar ja, dat is dan weer maatwerk inderdaad. En het beheersen van de hoeveelheid riet is inderdaad een belangrijk aspect. En wat je net ook al aangaf, dat doen jullie nu hier in elk geval door te maaien regelmatig. Ja, dat is jaarlijks nu 4 keer maaien. Dat zal dan het riet in ieder geval niet de kans geven om verder uit te breiden. Eigenlijk moet je daar zelfs, zou je daarmee kapot kunnen maaien. Maar dat zien we eerlijk gezegd op dit moment nog niet. Oké, prima. Nou, ik denk dat wij gaan afsluiten. Wat me nog rest is om te zeggen, iets te vertellen over de planning die we hebben als het gaat om het opstellen van de handreiking. We zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van het eerste concept van de handreiking. Dan zal er nog een redactieslag overheen komen. En we hopen voor het einde van dit jaar dat de handreiking dan ook gereed is voor publicatie. En dat iedereen ermee aan de slag kan. Ik denk tot zover. Nisa en Inge en iedereen die in Amersfoort zit en meeluistert. We geven het stokje weer terug aan Amersfoort.
Microfoon van Lisa staat uit. Lisa, we horen je niet. Inderdaad, dank allemaal. Klein foutje, we dachten dat hij wel aanstond. Nee, ik bedank nog even Arjan, Jan en Bernd voor hun boeiende reportage in het veld. Live. We komen even terug op de speerpunten. We hebben zo net een sessie gedaan met Inge, waarbij jullie een mooie overzicht hebben gegeven van de speerpunten die jullie zien op het gebied van bekledingen, afvalbekledingen. Maar toen wij de strategische verkenning deden, waarvan ik de medeopsteller ben samen met Arjan, Kees en Wouter, hebben wij ook een aantal speerpunten afgeleid. Nou, die speerpunten die wil ik even heel kort met jullie doornemen. We hebben in de gezamenlijke bekenning zo net eigenlijk geconcludeerd dat we niet veel hele nieuwe speerpunten hebben gehoord dan die wij al hadden verzameld. Ik loop ze even kort door, want dan gaan we straks interactief met elkaar nog wat mee doen. Nou, de eerste was, die had te maken met open steenasfalt. Nou, daar hoef ik niks meer over toe te leggen. We hebben uitgebreid gezien dat daar toch wel een heel veel behoefte aan is om daar meer over te weten. Zowel voor in het veld, inhoud, beheer en onderhoud in het veld, als voor het beoordelen van de veiligheid. Dan de funderingslaag was het tweede speerpunt. Nou, daar hebben we ook al een en ander over gehoord dat het toch wel verstandig is om een funderingslaag aan te leggen onder asfaltbekledingen. Het kennishiaat is alleen dat we dat nog niet voor alle type materialen hebben. Dan het onderwerp functioneel opleveren, een nulmeting die de basistafel vormt. Nou, daar hebben we eigenlijk ook al heel veel over gehoord bij de kennis en kennissen. Het is heel verstandig om naast een materiaalsamenstelling van asfalt ook iets te specificeren over de eigenschappen die je wenst. En als je de eigenschappen specificeert, dan komt er ruimte om die eigenschappen vorm te geven en ook vernieuwing en innovatie toe te passen. Dus de toekomst is dat het heel fijn zal zijn als dat op die manier zou kunnen worden ingekleed. Dan hebben we een vierde speerpunt gedefinieerd met elkaar. Dat gaat over de niet-destructieve meetmethode om schade te kunnen detecteren. Nou, daar lijkt heel veel muziek in te zitten om dat toch veel beter toe te passen en te benutten. Want zoals we al een paar keer zagen, nou, net nog live op de dijk, is er behoefte aan punt 1 schade detecteren, maar ook op een uniforme manier te beoordelen hoe erg die schade is. Nou, een laatste speerpunt die wij hebben geconstateerd, heeft te maken met de kwaliteit van bitumen bij het aanleggen van asfaltbekledingen. Want wat we daar zien is dat de laatste jaren de bitumensamenstelling wijzigt. En de kwaliteit aandacht behoeft. En met name het vaststellen van die kwaliteit. Dus we hebben eigenlijk andere criteria, aanvullende criteria nodig. Om ook bij deze wisselende samenstelling te kunnen constateren hoe goed de kwaliteit van je bitumen is. En ook welke levensduur daaraan verbonden is. Nou, deze vijf speerpunten komen dus aardig overeen met wat we opgehaald hebben met jullie toen in de sessie met Inge. Wat we nu willen gaan doen is met jullie samen interactief wat verder voortborduren op deze vijf speerpunten. En voordat we zometeen de pauze ingaan, geef ik nog even het woord terug aan Inge. Want die neemt jullie mee in hoe we dat straks interactief gaan doen. Dus Inge, mag ik jou uitnodigen? Zeker. Ja, want in het programma zagen jullie allemaal een pauze staan. En ik ga eerst even uitleggen wat we dan zometeen gaan doen, voordat we die pauze in kunnen. Want als we nu met z'n allen in een zaal zouden zitten, dan hadden we daar flip over gehad. En dan had ik jullie verteld in welk zaalnummer we gaan nu over deze vijf speerpunten praten. Dat gaan we digitaal doen. Oftewel, we gaan naar breakout rooms. En we gaan bezig met wat we dan noemen een jamboard. En als het goed is, krijgen jullie nu eerst uitleg. En in de chat zien jullie het jamboard. De link naar het jamboard. En het is handig als we daar ook even mee gaan oefenen. Dus dan hoop ik een klein beetje dat iedereen twee schermen heeft. En anders, helaas, klik mij maar even uit beeld. Niet weggaan. Maar klik even de link van het Jamboard aan. Dat Jamboard is van Google. Soms moet je eventjes ook een link aanklikken dat je inderdaad iets gaat doen in Google. Maar als het goed is, zou je er in één keer nu in moeten gaan. En die heet ook gewoon Webinar Asfaltdijkbekledingen. En dan hebben we op bladzijde 1 hebben we een klein beetje een uitleg gemaakt. We gaan werken met een digitaal Jamboard. En wat zie je dan? Nou, dan zie je links een pen of een post-it of allemaal dingetjes waarmee je een tekstvenster kan maken.
bovenin zie je tabbladen 1 tot en met 9. En langzaamaan zie ik al dat er wat mensen toegevoegd worden. En als je bijvoorbeeld nu naar het tweede tabblad gaat, dan zien we dat we daar eens even met z'n allen kunnen oefenen. En het zou heel handig zijn als je nu zelf even gaat kijken of je links een post-it kan vinden. Dat is het vierde blokje, net onder die pijl. Die heet plaknotitie. En je opent die. En dan kan je daar bijvoorbeeld even jezelf je eigen naam neerzetten. Of initialen. Of een kreet aan iedereen. En dan kunnen we dus op die manier iets achterlaten. Kijk, Gerard is er al. Nou, ik ben er ook. En de test is geslaagd. En het is heel handig dat als je een boodschap achterlaat, dat je dan bijvoorbeeld even werkt met initialen. Of als je naam heel kort is, in mijn geval werkt het bijna net zo snel om die 4 letters te gebruiken. Dan kunnen we straks, als we het op het echte flip-over gaan doen, kunnen we ook zien wie de opmerking gemaakt heeft. Maar dit is dus je digitale flip-over. Dus hier kunnen we gewoon mee aan de slag. Eigenlijk langzaamaan begint iedereen het te hebben. Mocht er nou iemand zijn waar het nog niet werkt, zet dan heel even de microfoon aan en laat even weten waar je nog hulp bij nodig hebt. Want het lukt een heleboel anderen ondertussen al best goed. En er zijn ook mensen die er al achter zijn dat er andere kleurtjes kunnen. Dat je hem zelf kan verplaatsen. Dat je hem zelfs op de kop kan zetten. En inderdaad, we kunnen ook een cirkel maken. Heel goed. Ja, dit is natuurlijk vooral even om te kijken hoe werkt het. En je ziet dus dat je hier van allerlei teksten achter kan laten, zodat we met elkaar kunnen kijken naar die 5 speerpunten. Want daar ging het allemaal om. Dan vast even voor jullie. Kijk eens even naar tabblad 3, 4, 5, 6. Dan zie je die speerpunten staan. Dus we hebben een kamer en een blad voor het ontwerpen en de beoordelingsmethode voor open steenasfalt. En zo zijn er nog 4 bladzijden. Nou, die mag je zelf even bekijken. Ga dat nog niet allemaal invullen. Want dit gaan we dus doen in verschillende kamers. Ik hoor nog niemand die zegt, het werkt voor mij helemaal niet. Dus dat klinkt goed. Dan lijkt het erop dat iedereen het door heeft. Dan gaan we even weer terug naar Zoom. Want die heeft de mogelijkheid dat jullie nu zelf kunnen kiezen in welke kamer over welk onderwerp je wil meepraten. Helemaal onderin, dat begint links met een microfoontje en een camera. Maar vervolgens staat er ook ergens onderin chat. En nog iets verderop staat dan breakout rooms. Bij de meeste, en helemaal die versie die doorgestuurd is in de e-mail, staat zo'n blokje. Als je die aanklikt, dan komen er 5 breakout rooms in beeld. En als je dan assign klikt, dan ga je ook naar die kamer. Nou, dan even nog voordat je dat doet, dat is natuurlijk altijd gevaarlijk als ik dit zeg. We beginnen straks in die kamer met een pauze. Dat is heel fijn. Zeker 10 minuten. Strek even de benen, pak een kop koffie. Denk alvast eens na over wat je op dat whiteboard, op de Jamboard kwijt wil. En we hebben ook in elke kamer iemand die het gesprek gaat begeleiden. En langzaamaan als iedereen binnen is, gaan we aan de slag. Dus volgens mij kunnen we dan nu langzaamaan aan de gang. Maar wees er snel bij. Je krijgt een maximum in de kamer. Want we willen niet dat er zometeen alle 75 deelnemers alleen maar over steenasfalt praten. We willen graag jullie kamers gebruiken. Ja, hele goede vraag. Wat gebeurt er nu als je nou niet zo'n breakout knop hebt? Blijf dan gewoon eventjes hangen. Dan gaan alle anderen alvast naar de breakout rooms. En dan zorgen wij dat Fabian jullie doorzet alsnog naar die breakout room. Dus zet dan even je microfoon aan. Geef even je naam door en vertel aan Fabian naar welke kamer je wil. Dat kunnen we niet 75 keer doen, dat is echt ondoenlijk. Dus de vraag is, doe het even zelf. Maar voor die mensen die het niet lukt, blijf gewoon even hangen. Of zet het in de chat, ook een optie, dan kan Fabian jullie zo doorzetten. Dus je naam, hoe je ingelogd bent en waar je heen wil. Als het goed is, kunnen jullie er nu al in. Geniet even van een pauze. In de breakout room zitten zometeen mensen voor je er klaar. En we gaan nadenken over die 5 speerpunten. Veel plezier, succes en tot straks weer. Fabian? Ja.
Hallo. Ik zou graag naar die funderingslagen ontwerp dingen zullen. Even zoeken, uw naam zoeken. Ontwerp funderingslagen Bernadette Wichman. Bernadette Wichman. Naar? Funderingslag? Naar funderingslagen. Kom maar met die verzoekjes, als het niet lukt, dan gooi ik je erin. In welke je wil. En het is al in de kamer beland, heb ik gezien. Ja. Ja, ik zou Rolf Bruins hier, ik zou ook graag in die funderingslagen willen. Rolf Bruins, sign to funderingslaag. Ja, super, dank. Ja, Paul Buring hier. Zou je mij ook in diezelfde breakout room kunnen plaatsen? Ja, als er nog plek is, hè? Dat wordt altijd spannend. Ja, van de OZA mag ook. Wouter wil ook naar de fundering. Ja, in de chat is inderdaad makkelijker. Het is handiger voor Fabian dat hij gewoon de naam al ziet. En die kan het ook, dus dan doe ik het met z'n tweeën. En er is hier ook een collega aanwezig die ook mee helpt om jullie in de juiste kamer te krijgen. Dus als jullie de chat gebruiken, dan ben je het snelst op de plaats van bestemming. Ja, ik zie al allemaal verzoekjes binnenkomen. Veel plezier allemaal. Oké, okay, Wiegacht, waar wil jij naartoe? Iedereen pakt het anders op, dus duidelijk. Lukt het met de kamers of niet? Wiegacht? Nee, dat is de microfoon. Nu breken gewoon die sessies af, hè? Je geeft gewoon in beeld, komt dan van op 2 minuten.
De Berkhout. Waar wil jij naartoe? Zal ik het gewoon nog een keer hier zeggen? Zal ik het hier halen? Als je ergens naartoe wilt, laat het even weten. Liefst in de chat, maar je mag ook even roepen. Er zijn nog 15 mensen die niet naar een plekje toe zijn. Misschien zijn die even met pauze. Ja, dat denk ik ook. Dat is goed gegaan, Fabian. Dus Rien die wil graag naar beoordelingsmethode. Daar zit ik vlakbij. Even Rien. Open steen, asfalt, funderingslaag. Functioneel opleveren, niet destructieve meetmethode, kwaliteit van bitumen. Dat zijn de opties. Ruud, waar wil u naartoe? Welke breakout room? Fabian, ik zie ook gewoon een aantal mensen die er niet in zitten. Ja, dat zie ik ook. Ja. Meneer Bouwens, we gaan naar afzonderlijke ruimtes. Dus als u aangeeft waar u naartoe wilt, dan gaan we u verplaatsen. Teleporteren. Hey, Wouter Zomer, die had ik toch al een keer. Volgens mij ben ik er net uitgegooid. Zou ik nog een keer naar de funderingsworkshop mogen? Breakout room? Jij wil naar de funderingslaag. Nou, ik begrijp ook wel dat ze jou zijn uitgooien. Ik heb hem erin gegooid. Helemaal goed. Nou, nog 9. 8. Waarvan Inge er 1 is, dus dat is nog 7. En Ferdi is er ook eentje. Dus ik denk dat we er 6 hebben. Yes. Harmen. Ja. Moet er ook nog Harmen. Harmen, waar zou jij naartoe willen? Ik geloof dat ik in de ontwerp- en beoordelingsmethode open steen als God zit. Nee, daar ga jij nu naartoe. 1, ja. 2, 3. Even accepteren en dan... Ja... Nee, die andere 4, dat zijn ook mensen die volgens mij hun camera niet aan hebben staan. Nee, ik denk dat die even met pauze zijn, echt. Ik zal eens even, nou ga ik dit doen. Kijk, Theo Reuzenaar heeft zijn camera niet aanstaan. Het zijn allemaal mensen die hun camera niet aan hebben staan. Dus waarschijnlijk zijn die ook nog andere dingen aan het doen, maar komt goed. Dus open steenasfalt heeft er 9, funderingslaag heeft er 8, functioneel opleveren 3, niet destructieve meetmethode 5, kwaliteit van bitumen 7. Dan gaan we aanzetten. Theo,
Wil jij nog naar welke breakout room zou jij willen? Ik zit nu in een tapje met niet-destructieve meetmethoden. Eigenlijk had ik iets over inspectietechnieken willen doen, maar die staan er niet bij. Die staan er niet bij. We gaan jou verplaatsen. Veel plezier. Oké. Okay. Zag je ook, Mark, dat er ineens heel veel mensen wegvielen? Echt 20 in één keer. Nou, bij de deelnemers. Is dat zo? Er gingen heel veel ging opeens weg. En wanneer was het? Ik kreeg een berichtje van Wouter. Dat toen we het over de breakout rooms hadden, dat er heel veel mensen weggingen. Om 25. 3:25. We zitten nu ineens nog maar op 40 deelnemers. Misschien hadden ze geen zin meer. Ja. Nou, even kijken. Dit gaat door tot 4:10, hè? Ja. Dus dan moeten we denken eventjes om... Even kijken, ze zijn nu... Oh nee, ze beginnen zo dadelijk pas. Dus zo dadelijk denk ik om... ik zou om Fabian om 4:15 even... Een message naar all sturen van... Joh, om 4:10 halen we je terug. Ja. En om 4:00 de laatste 10 minuten. En om 4:05 nog het berichtje, nog 5 minuten. Ja. Dan... Ik denk dat ik wel die mensen ergens in ga zetten nu, die er niet zijn. Nee, je kunt ze op zich gewoon laten staan. Ah, oké. Okay. Maakt niet heel veel uit. Misschien komen ze terug, misschien ook niet. Even zien. Ik ga er ook even tussenuit en dan zetten we het geluid van de uil weer aan. Dus als er dan iets is, dan... Ik blijf gewoon hier. Ja. Want ik krijg wel een berichtje als er iemand wat nodig heeft en dan doe ik die berichtjes. Ja, helemaal goed. Oh, hoe is het met de zenuwen trouwens? Met de zenuwen? Goed. Toen ik eenmaal bezig was, gingen ze allemaal weg. Precies, hè. Ja. Liep goed. Maar het gaat nu ook goed, dus dan is het fijn. Ja precies. Helemaal goed. Top. Dankjewel. Hoi. Fabian, wil je even wat zeggen? Hallo? Hallo? Dan horen wij of wij jou horen. Ja, goed praat zo. Nog eens even. Hallo? Ja, helemaal goed. Dankjewel. Ja. Hey.
Ruud en Bart, zijn jullie al klaar? Jawel. Ik ga hem even aanzetten, de camera. Maar jullie zijn al klaar met jullie breakout room. Ja, jullie waren al met een klein groepje. Ja. Dat maakt het heel efficiënt. Wil je nog naar een ander groepje of zeg je van, joh, weet je, ik ga even lekker wat te drinken halen en ik ben over een kwartiertje weer terug? Ik denk dat ik dat laatste doe, ja. Ik kom straks weer terug. Hebben we nog een kwartier? Goed. Voor jou, Ruud, begrijp ik nu net dat dat ook... Je moet er wel langzaam aan toewerken, hè? Dat je ook af en toe even pauze neemt en rust neemt. Anders is het straks gewoon een heel groot pauzegat waar je in terecht komt. Ja, dat wordt wel een beetje cold turkey afkikken. Dan begint het wel op te lijken zo langzamerhand. Om 4:10 gaan we weer door. Dus als je dan terug bent, dan is het prima. Dat doen we. Oké. En Bart waarschijnlijk ook. Ja, ik zit de hele tijd tegen te praten. Nu zie ik pas dat ik gemute was. Ja, nee, ik ben ondertussen nog even een rapport over de zorgplicht aan het reviewen. Hey, Mark, maar woensdag hebben wij nog een bijeenkomst, hè? Voor, dat gaat in je agenda, hè? Ik begreep het niet. Een dag op de dijk, dat slaat een gat in je agenda. Ja. Ja, zeker. Maar we hebben woensdag staan voor planning, input voor, wat mij betreft, over de partner meeting. Maar ik begreep dat Mark niet kan. Nee. Maar ik zou hem toch wel door willen laten gaan. Maar dan komen we naar jou toe, dat is wel de bedoeling? Of zijn jij, ik en Marianne alleen dan? Of? Ja, dan zijn we er met z'n drietjes. Of gaan we ook demos vragen? Ja. Ik weet niet wat handig is. Ik zat zelf nog wel een beetje na te denken over de agenda. Maar besef me dan nu weer dat jij morgen vrij bent. Dus en maandag is ook een vrije dag. Dus dat we dan pas dinsdag iets... Ja, in mijn geval ben ik dinsdag ook vrij. Nou, anders doen we het woensdagochtend wel. Ja, ik denk dat het wel handig is als Demos aanhaakt om even wat uit te leggen dan over die planning. Ja, zeker. En ik heb gisteren nieuwe info van Defensie opgehaald over de planning voor de Prestdefender en demolitie. Dus daar kan ik ook de laatste stand van zaken meenemen. Ik ga Demos even een mailtje sturen of hij dan ook op de grebben weg is. Dus dan is de agenda zou zijn planning, maar ook even weer terugpakken op de structuur. Wat wij waar we een knoop over door moeten hakken. En uiteindelijk moeten we toe naar al die ideeën die we hebben een plekje geven in de planning. Daar moet die planning nu echt goed gaan uitwerken. Dus dat zou wel fijn zijn als Demos erbij is. Ik stuur hem een mailtje of hij ook aanwezig is in Utrecht. En anders moeten we het op afstand doen. Maar dan ga ik jou nu niet te veel afleiden van je werk als moderator. Ik ga gewoon even, ik sta te knijpen. Ik wil ook even naar het toilet. Doen. Ja, oké. Kom jij weer hier naartoe, Sander? Of blijf jij op jouw plekje zitten? Ik blijf eerst hier nog even zitten, denk ik. Oh ja, want jij moet ook nog terugkoppelen natuurlijk. Ja. Tot zo. Ging goed, Sander.
Ja, uiteindelijk zaten we alleen met 3 mensen in de breakout room. Dus we hadden er heel weinig. Ik weet niet hoe de verdeling bij de anderen was, maar... 5, 9, een beetje zo. Maar er gingen opeens wel heel veel mensen weg toen. Weet je hoe dat komt? Nee, weet je, ja, misschien dat toch mensen zoiets hebben van die willen alleen luisteren en dan toch niet interactief meedoen. Oh ja, ja, dat is, ja, ja. Net alsof je zeg maar school hebt, maar dan maar met 3 mensen in je klas. Dus dat je heel veel aandacht voor elkaar hebt. Ja, als je ja. Weinig ik zag een aantal deelnemers ook, nou, die stond volgens mij echt op 70 volgens mij nog. En die ging in één keer naar terug naar 55 of zo. Ja, dat was echt insane. Dat was echt een drop van 20 man. Ja, behoorlijk inderdaad. Ach ja. Kan gebeuren. Gelukkig hebben ze het begin nog meegekregen. Ja, daarom. Maar haal jij nu iedereen dadelijk gewoon zelf uit de breakout rooms? Ja, ik kan close all rooms drukken. Ah, check en dan komen ze allemaal hier. Tot Mark terug van de wc. Hey Sander, wat heb jij gestudeerd? Civiele techniek in Enschede. Oké. Gaaf. En de master dan gedaan in water engineering en management. Ook gewoon aan, in Enschede. Oké. Interessant. Waar heb je stage gelopen? Ik heb mijn afstudeeropdracht intern gedaan op de UT. En mijn bachelor-eindopdracht heb ik destijds bij de provincie Gelderland heb ik die gedaan. Was lastig? Ja, dat onderzoeken, dat vond ik tenminste vooral altijd wel pittig na om gewoon je hele theoretische kader helemaal op te stellen. Met literatuuronderzoek en... Ik ga namelijk nu ook een stage zoeken. Voor mijn derde jaar. Dus Heb je een plek gevonden dan of? Nee, ik weet nog niet helemaal waar ik heen wil, want... Ik zat aan te twijfelen om misschien iets te gaan doen met technische tekening en AutoCAD. Dat vind ik wel leuk. Maar ik vind bijvoorbeeld ook klimaatadaptie heel interessant. Weet je hoe je steden en straten en wijken gaat... Dat we klimaatoptiek kan inrichten en radies aanleggen. En, Maar ik vind... Ik heb bijvoorbeeld voor... ik moest laatst voor een blok moest ik een gemaal ontwerpen. Dus dat vond ik ook heel leuk om te doen, weet je. En die tekening maken en maar ik weet niet of daar veel stageplekken in zijn, dus dat we nog even zoeken. Ja, dat durf ik ook echt zo niet te zeggen, inderdaad. Of dat echt zo makkelijk is. Maar dat is dan voor een half jaar moet je stage doen? Ja, een half jaar. Maar je hoort wel vaker dat in de techniek, dat ze wel mensen zoeken eigenlijk. Ja, dat is normaal gesproken wel gevraagd, inderdaad. Daar hebben we op zich wel geluk mee, inderdaad. Ja, er werkt een Marokkaanse jongen bij mij, op mijn bijbaantje. En die heeft werktuigbouwkunde gedaan. En die zei, als je het kantoor nu inloopt van een ingenieursbureau, is het enige wat je ziet oude witte mannen. Dus zou een voordeel voor ons dan kunnen zijn, als je makkelijk weer binnenkomt, als straks... Ik weet niet of het echt zo is, dus... Ja, ik weet het ook niet. Verbazen. Volgens mij is het niet zo. Nee, ja, ik weet het niet. Ik zie nog jongeren, maar ja, dat meet ik af aan mijn witte, grijze... leeftijd. Ja, hij was bij Arcades, was die. En daar zei hij dat het heel erg vergrijsd was. Nou, ik denk dat de diversiteit in onze wereld nog heel erg beperkt is, hoor. Ik weet niet hoe het met de diversiteit zit. Zijn het wel veel vrouwen in de techniek, of valt het nog wel mee? Nou, vrouwen, dat neemt wel toe. Maar als je kijkt naar allochtone diversiteit, dan denk ik dat dat echt zwaar onderbezet is. Dat is inderdaad redelijk beperkt. Bij mij op de opleiding zitten ook alleen maar witte jongens eigenlijk. En 3 meisjes. Het is een gegeven, laten we het allemaal zeggen. Ja. Ja. Maar ze hebben de kans om het te doen, dus als ze willen kunnen ze het doen. Zijn we nog mute? Ja. Nee, ik kan je horen, Inge. Kijk. De camera is weer op automatisch, Mark. Ik draai alle kanten op als, jou, als jij ook gaat lopen. Ja, we bovenin hebben ook een 360 beeld hebben ook staan. Dat is heel leuk. Dus we zien Mark ook heel klein in het hoekje nu ook staan is, die loopt hij nu weer. Maar ik zal even een pleidooi doen voor mijn afdeling dan. Wij hebben een wegenbouwafdeling bij Rijkswaterstaat, dus het ingenieursbureau van Rijkswaterstaat, wat de wegenbouwgroep is. De helft bestaat uit dames. Dat is best wel veel. Maar dat zijn we wel uitzonderlijk in, hoor. Daar zijn we ook heel trots op. Dus ja, het is echt heel leuk. Het is heel interessant. Dus blijkbaar ons goed om diversiteit binnen te halen. Maar het begint al op school, hè. Dus als er heel weinig diversiteit op de opleiding is, gaat er in het werkveld ook heel weinig diversiteit zijn, helaas. Ja, als jij inderdaad met 3 dames in de opleiding hebt, dan wordt het natuurlijk al snel minder. Ja, precies. Want Fabian, je zit in Rotterdam dan, of? Ja, Hoogst Rotterdam. Ja. Dan doe ik watermanagement.
Ja, dat is technisch. En er zitten maar, ja... ja, helaas, weinig dames. Nou, bij ons niet anders. Ook in Enschede valt ook twee. Je wel wat, bij mijn studie in 1980 gestart. En bij mijn studie zaten toen twee vrouwen in de groep. En dat was toen wel echt heel bijzonder. Maar ik heb nu de indruk, als je dus 40 jaar verder bent, dat jullie dat zeggen, dat is nog steeds... weinig. Bijzonder. Ja, de meeste die wij en dat is wel, dat vind ik wel raar, ergens. Ja. Dat waren ook eigenlijk buitenlandse studenten. Ook dat nog. Ja. Ja. Nou, ik ben in 75 begonnen met studeren, maar daar waren geen dames bij. Geen één. Echt? Jemig. In mijn afstudeerjaar in 2000 hadden we van... Nee, toen starten waren we met 9 dames en in totaal 30 op een klas. En alle 9 hebben inderdaad het examen afgemaakt, maar we waren niet met z'n 30 nog totaal. Oftewel, ja. We vielen meer mannen af. Klopt, er vallen heel veel mensen af, ja. Ja, alle dames gingen door. Ja, die strijden wat harder. Ah, ja, hard. Die waren goed gemotiveerd. Ja, bewust precies. Gekozen. Toen ik 17 was, toen kwam ik van de HAVO af, moest ik gelijk een keuze maken voor mijn toekomst. En heb ik het eerste jaar HBO ben ik ook gestopt. Omdat ik was eigenlijk nog helemaal niet bezig met mijn toekomst en studeren op die leeftijd. Als ik heel eerlijk mag zijn. Dus ja, dat is een jaartje vertraging opgelopen. Heb je andere ervaringen opgedaan? Dat kan ook heel nuttig zijn. Nou, ik heb wel veel geleerd. Ja. Als je bedoelt dat je uiteindelijk dan, als je eenmaal aan het werk bent, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar later aan het arbeidsproces begint, dat maakt uiteindelijk niet meer uit. Uiteindelijk gaat het toch gewoon om wat je doet en wat je meeneemt. Dus, precies. Ja. En mijn ouders zeggen ook altijd van, ja, je moet toch nog werken tot je 70ste, jij. Dus succes. Maar goed, we worden dan ook nog 100, hè. Dus, Ja, mannen ook. Ik dacht dat vrouwen alleen maar ouder werden. Ja, dat ligt wel aan de mannen zelf dan natuurlijk, hè? Niet met een biertje op de bank ploffen en die enorme pants in een lycra proberen te stoppen om toch nog te gaan wielrennen. Nee, dat wordt het. Dat wordt het. Alsjeblieft niet. Ik heb net de Universiteit van de Nederland of zo, dat iedereen gaat Parkinson krijgen. Dat wordt gewoon iedereen, want de zwarte materie in jouw hersenen verdwijnt altijd. Bij 110 is het zo ver weg dat je dan Parkinson hebt. Dus ja. We kunnen niet fysiek gewoon niet ouder worden, want die zwarte materie in je hersenen verdwijnt op een gegeven moment. Alleen door het toepassen van bestrijdingsmiddelen zien ze nu dat het eigenlijk al veel sneller ingezet is, die afbreuk van die zwarte materie. Dus dat, ja, ja. Eigenlijk is het in ons systeem al bezig door allerlei bestrijdingsmiddelen die we via voedsel naar binnen krijgen. En dat is best wel een zorgwekkend... beeld wat er ontstaat. Het is nu al gewoon in je systeem bezig. Ja. Daar schrik ik wel van, Bart. Dat je ja, daar schrik je echt van. Ja. Dat wist ik niet. Ja. Ouder dan ooit bedoeld is voor dit lichaam en deze cellen. We accepteren ook gewoon niet. Die dokters kunnen gewoon steeds meer. Ja, maar ik hoop niet dat ik op mijn 50ste Parkinson's heb. Nou, die hersencellen afbreuken. Ze kunnen die afbraak ook tegenhouden met dopamine, maar dan moet je wel weten dat het bij jou bezig is. En dat weet je niet totdat het te ver is. Die van orde. Maar, over een minuutje gaan we hier allemaal weer terug. En Fabian, aan jou de vraag om zo ook inderdaad even de aftel te beginnen. Ik ga, ja, is goed. Ik kan gewoon de kamer sluiten en dan komen ze allemaal in één keer terug. Ja, dan telt het af. Dat is wel fijn, toch? Ja, als ze daar niet op rekenen, wordt het wel heel bot. Ja, vaak heb je voor mij zo'n aftellen. Dan heb je volgens mij van 30 seconden gaat hij gewoon aftellen en dan is het één keer... Okay. Ja, volgens mij had ik het ingesteld. Uit. Dus ik ga nu op close all rooms drukken. Ja, anders doen we straks al sorry. Ja, is goed. ja, hij gaat aftellen. 58 seconden. Iedereen in beeld. Ik vind het wordt niet in beeld. Heb ik gewoon degene die de terugkoppeling niet in beeld is wel leuk. Dan heb je meer een gesprek. Ik begin bij jou straks, Sander, dan weet je dat vast. Oh ja, ik vind het prima hoor. Het is prima. Maar als gewoon in een minuutje even kort toelichten wat we besproken hebben, toch? Nou, dat is helemaal goed. Ja. Moest kort. Dat was meestal 10 minuutjes voor. Dus. 2 minuten zelfs, Sander. 10 minuten
voor het onderdeel. 5 mensen. Dus neem je tijd. Nou, ik denk dat de anderen heel veel te vertellen hebben. Dus dadelijk als hij allemaal zo lang in de breakout room staat. Kijk, langzaamaan begint iedereen weer terug te komen. Heel goed. Voor iedereen die er al is, al welkom. We wachten nog even tot de rest terug is. Als je allemaal hier hebt. Nou Gerard, ik wil Ferdy wel vragen om hierheen te komen. Ja, ja. Ik ben er al, hoor je mij? Oh, kijk, heel goed. Maar kom je ook hier, kom je ook fysiek bij mij hier staan in de kamer, Ferdy? Wil je dat? Dan kom ik even jouw kant op. Ja, doe dat maar. Vond je niet dat ik een heel mooi behangetje op de achtergrond had? Ja, ik vroeg het niet aan jou, Gerard. Even kijken, heb ik nou iedereen alweer terug, Fabian? Ja, de groep is gekrompen naar 35. Ja, leuk in ieder geval voor alle 35 dat jullie bij ons terug zijn. Wij gaan nu langzaamaan afsluiten, want we willen natuurlijk een beetje terug horen wat we in al deze jam, board en breakout rooms hebben opgehaald. En vervolgens gaan we een beetje afsluiten van deze dag met jullie allemaal. Sander, mag ik jou vragen? Welk onderwerp hebben jullie in jullie kamer besproken? En dan even kort, waar ging het over? Hoe ging het? En wat zijn de highlights? Ja, wij hebben het gehad over het functioneel opleveren. De nulmeting als basis voor de toekomst. Wat we eigenlijk op dit moment eigenlijk weten, is dat eigenlijk een nulmeting eigenlijk nog niet wordt toegepast voor asfalt. Hoe dit is eigenlijk, wat we moeten gaan ontwikkelen, is eigenlijk dit gewoon vast gaan leggen in het bestek. Zodat we eigenlijk kunnen handhaven dat er een nulmeting wordt gedaan. Risico's die we op dit moment ook dus hebben, dat we nog geen nulmeting doen, is dat we de levensduurcurve niet kunnen maken op basis van nieuwe metingen. Omdat we eigenlijk niet weten van hoe was de sterkte 20 of 30 jaar terug. Dit kan er dus ook voor zorgen dat we dus te vroeg of te laat ingrijpen. Wat er dus voor kan zorgen inderdaad dat het eigenlijk een hele dure maatregel wordt gedaan, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Of dat we dus te laat ingrijpen, dat dus het asfalt faalt. En voor dingen wat nog open staat op dit moment, waar we naar hebben gekeken wat een mooie onderzoeksvraag zou kunnen zijn, is hoe we bestaande regressiemodellen toepasbaar kunnen maken voor nieuwe type asfalt. Want die zijn op dit moment, als het goed is, alleen maar toepasbaar voor oude asfalt van langer terug. Dat zijn de hoofdpunten van onze breakout room. Ja, dat klinkt als een hele mooie oogst. En dat had ik nog niet gezegd, maar we gaan natuurlijk al die mooie post-its die jullie geplakt hebben, gaan we ook bewaren. Die geven we allemaal als huiswerk mee naar de STOA. Om inderdaad daar ook naar te gaan kijken en ook van te leren. Ik ga over naar Wouter. Dankjewel, Sander. Ja. Zeker. Eigenlijk aan jou dezelfde vraag. Hoe ging het in jouw breakout room en wat zijn de highlights? Nou, het ging heel goed. We hebben echt in de tijd die we hadden heel veel leuke dingen opgehaald over open steenasfalt. Ik ga even er zo snel mogelijk een samenvatting geven van de highlights. Wat weten we al? Heel leuk. We hadden een internationaal groepje, dus wij hadden kennis over hoe we het in België gebruiken. Nou, dan gebruiken ze het heel anders dan in Nederland. Dan gebruiken ze het vooral voor retentiegebieden, dus de overloop van retentiegebieden. Dus daar beoordelen ze het heel anders dan hier. En wat ook goed is om te weten, er is een handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud, waar allemaal goede methodes in staan. Ook voor risicogestuurd beheer en onderhoud van je asfaltbekleding. Nou, wat staat nog open? Nou, dat is een stukje veroudering van OSA. Hoe monitoren we dat goed en hoe nemen we dat mee in de beoordeling? Maar ook wat leuk is, wat bij ons ter sprake kwam, is dat op Texel is OSA gebruikt als onderlaag in plaats van klei. En dat heeft de aannemer enorm gescheeld. En in plaats van een kleilaag van tot een meter, ligt daar nu 20 centimeter OSA. Wat moeten we nog ontwikkelen? Ja, we lopen tegen vraagstukken aan van flora, wat dwars door de OSA heen groeit. En riet hebben we natuurlijk net al gezien in de stream. Daar is nog steeds ook niet echt een goede oplossing voor. Van wanneer keuren we nou zo'n stuk OSA af als er riet doorheen groeit? Maar ook bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop.
En daar zijn echt situaties dat dat moet worden afgegraven, afgevoerd en verbrand. Omdat dat, nou, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Ja, en natuurlijk de beoordeling van OSA. Dat kan nu alleen nog maar door de toets op maat. En dat zou mooi zijn als er een generieke beoordelingsmethode voor zou komen. Dus Arjen, succes. Het is hard nodig. En dan nog even wat risico's. Nou, de veroudering van OSA. Wat ze in het Zeeuwse zien, is dat bijvoorbeeld in de spatzone, waar dus veel invloed is van zout water, maar ook zon, wind, ja, daar neemt de laagdikte van OSA snel af. En het kan ook slecht tegen mechanische belasting van bijvoorbeeld banden en van transport. Dan gaat de bovenlaag snel kapot. Even kijken, wat is er nog meer? Oh ja, holle ruimtes die kunnen ontstaan onder de OSA. Ook bijvoorbeeld doordat je zandlaag daar verzadigt en dat dan ineens zakt het weg omdat je het niet kan zien. En stortsteen, wat vanuit de teen op de OSA uiteindelijk gaat drukken en de bitumlaag beschadigt. Nou, korter kon ik het niet houden, sorry. Volgens mij is dat ook het laatste al helemaal niet raar natuurlijk dat open steen asfalt daar niet tegen kan. Je hebt ontzettend goede oogsten met jullie groepje. Hard gewerkt daar, zeker, hoor ik. Dus, zeker. Dankjewel. Dankjewel aan iedereen die eraan meegedaan heeft. Ik ga over naar Nisa. Ja. Nisa heeft een breakout room begeleid. Waar ging het over, Nisa? En wat is je oogst? Ja, nou, dit ging over de kwaliteit van bitumen, dat die aandacht behoeft. En wij hadden een klusclubje, maar wel met zeer deskundige en ervaren mensen in mijn beleving. En wij hebben met elkaar verkend een aantal dingen. En de conclusies heb ik ook nog even gecheckt, die ik terug wil geven. Nou, als eerste belangrijke conclusie is dat het speerpunt wordt herkend als een relevant speerpunt. Dus dat is al goed om te weten. Dat men vooral een beoordelingskader mist voor de kwaliteit van bitumen bij oplevering. Maar de mooiste highlight vind ik toch eigenlijk dat het nemen van proeven, dat voort moet gaan en zelfs versterkt moet worden in het licht van de veranderende samenstelling. En dat dat zal blijven doorgaan. En dat dat eigenlijk heel hard nodig is. En zelfs ook misschien wel het nadenken over welke proeven of tests dat dan precies zouden moeten zijn. En er zijn best wel aanknopingspunten voor en aandachtspunten voor. Maar ja, ik vond het een hele mooie conclusie. Dus dat is wat ik wou meegeven. Ja, nou, ik hoor heel veel dingen die ik inderdaad herken van grip op bitumen, waar we dat eigenlijk voor de wegenbouw dezelfde vraagstelling eigenlijk link tussen, maar zeker voor water, maar echt wel specifiek nog naar kijken. Ik ga Gerard, die is hier aanwezig, die ga ik vragen om hier naast me te komen staan. Ook jij hebt een breakout room begeleid. Ja, dat klopt. Mark, ik loop uit beeld. Kan je ons helpen? Ja. Dankjewel. Nou, we zijn weer in beeld. Ja, de niet-destructieve monitoring van, om schade te detecteren. We hadden een klein groepje. Eigenlijk jammer dat er maar één echte beheerder bij zat. Goed, desalniettemin was het een zeer geanimeerd gesprek. En zeker, maar toch vooral vragen bleven er staan. En dat zul je ook zien in de Jamboard. Er staan heel veel vragen nog in het Jamboard. Ook dat is relevant natuurlijk. Maar ook dat ook, ja. Nee, maar ook wel, nou ja, ook gebrek aan onze kennis van de groep zelf, zeg maar. Maar wel ja, heel veel mogelijkheden. Wat ik zelf wel heel belangrijk vond, is toch de opmerking over dat ja, er wordt wel gedaan aan opleiding in het begin, maar vooral het nog eens een keer verdiepen en het zorgen dat het ook daadwerkelijk bij de inspecteurs loont en de slag dieper kunnen maken. Dat was een hele belangrijke. En wat ik ook een hele opvallende vond, was toch de koppeling aan zeg maar de decompositie. Die werd ook al heel duidelijk genoemd. Hoe doe je dat nou slim? Hoe koppel je de inspecties nou goed aan die decompositie? Dus ook voor asfalt. Nou, ik denk dat dat wel de belangrijkste terugmeldingen zijn wat mij betreft. En dan stond je hier vanochtend, net na de lunch stond je hier ook. En praatte je over de regiegroep. Mm-hmm. En ook een aantal speerpunten daarin. Als we het nou net hebben over opleiding en het vasthouden ook van kennis. Ga je die nou weer meenemen naar de regie toe? Dat denk ik zeker, ja. En ook wel, welke techniek hebben we allemaal, hè, voor niet-destructief? Want daar kwamen we heel veel voorbij, hoor. We hebben er wel een stuk of 8 benoemd, volgens mij. Waarbij je toch wel eens continu de vraag was van, wat moeten we er nu mee? Wat kunnen we ermee? Hè?
kun je toepassen. Ook daar heb je weer die nulmeting nodig. Welke schades ga je bekijken? De scheuren, verzakkingen, dat soort zaken. Dat zijn de eerste dingen die opkomen als je vanuit beheer en onderhoud... Het was niet voor niks dat hij uit de strategische verkenning kwam. Dat is heel goed, ja. Dank je. Ja, en dan tot slot hadden we nog één breakout room. Dan ga ik naar Ferdy. Ja, Ferdy komt ook aan deze kant staan. Dankjewel. Ja. Dat is handig. Nou Inge, ik weet niet of jij de term gouden driehoek kent, waarmee bedoeld wordt eigenlijk het samenspel van enerzijds overheden, dus de beheerders, anderzijds de kennisinstituten, maar ook de marktpartijen. Ik weet dat wij in Nederland daar ongewaardeerd worden in het buitenland of aangekeken worden als die zijn gek. Het is maar net waar je vandaan komt. Ja. Ik waardeer dat enorm. Ja, nou, het is een goede verbinding van kennis. Zeker weten. En het leuke van ons groepje, we waren met 8, dus echt niet heel groot qua aantal. Maar die gouden driehoek was daar helemaal in aanwezig. Dus zowel mensen vanuit de kennisinstituten, de beheerders, als ook gewoon marktpartijen. Iemand die bij een aannemer werkt. Dus dat vond ik eigenlijk sowieso al hartstikke. Moet jij een mooie oogst hebben. Wij hebben een hele mooie oogst opgehaald. Ik heb het ook nog gefotografeerd. Ik heb ooit meegemaakt dat zo'n jamboard in één keer verdween. Nou, dus ik denk, ik leg dit gelijk met een fotootje vast. Het is te veel om gelijk te zeggen, nou dit en dit en dit, maar ik noem een paar dingen. En vaak waren de wat er al beschikbaar is, maar ook waar de risico's zitten, wat nog een beetje dat had natuurlijk allemaal wel een beetje met elkaar te maken. Het punt van water, het gaat over de funderingslaag onder het asfalt, wat speelt daar allemaal? Nou, speelt het punt van water wat daarin kan zitten. Het nadenken over duurzame oplossingen door het, als je bijvoorbeeld asfalt moet verwijderen, dat je het deels ook weer gebruikt met verdichting en zo als nieuwe funderingslaag. Hoe dik moet de asfaltlaag eigenlijk zijn? Kun je geotextiel ook nog gebruiken om het uitspoelen van zand, als daar dus water ook onder komt, om dat te voorkomen? Kortom, dat waren hele nuttige dingen. Daar kunnen we absoluut mee verder. Ik heb zelf nadrukkelijk nog een paar keer gevraagd van, oké, maar los van al deze inhoud, techniek, spelen er procedureel ook nog issues? Zo van, maak je je zorgen als beheerder dat je daar op een gegeven moment ergens tegenaan loopt? Nou, daar waren toch geruststellende antwoorden. Nou, met testen is veel zeker, is veel met zekerheid vast te stellen. Ja, dus, groeit goed. Mooi prachtig. Punt om mee te eindigen, denk ik, met al deze Jamboard breakout room sessies. Lijkt mij ook. Nou, dan gaan we langzaamaan afronden. Ik denk dat we sowieso iedereen die nu nog actief aanwezig is, ook direct moeten bedanken voor al die actieve bijdragen die we hebben geleverd. Ja, ik kijk terug op een ontzettend geslaagde dag. Enerverend, we hebben veel gedaan, we zijn naar buiten geweest, we hebben veel kennis uitgewisseld. Maar waar ik mee begon, ik zie ook werkelijk wel kansen om die kenniscommunity op te bouwen. Ik hoor dat ook nu eigenlijk vanuit de Jamboard sessies terug. Volgens mij prachtig. Dan ga ik hem eigenlijk even weer teruggeven aan Ferdy en Gerard. Als mensen nou een onderwerp voorbij hebben horen komen en nou ja, ze zeggen van ik wil daar nog wel input op leveren, of ik wil misschien zelfs wel een actieve bijdrage leveren, waar moeten ze dan zijn? Bij de STOA natuurlijk. Je kunt je bij ons aanmelden. Dan ontvangen wij dat signaal mede namens Rijkswaterstaat. STOA is dit jaar, ik zeg het alvast maar even maar over een tijdje, 50 jaar jong. En een van de dingen waar we mee bezig zijn is, we willen ons netwerk ook verder verjongen. Dus we zoeken ook juist input van de jongere water. Komt er straks in de evaluatie van een mailadres waar ze dat heen moeten doen, of heb je die nu al? info@stoa.nl, daar kan het gewoon naartoe. Ja. Zo makkelijk kan het zijn, Inge. Ik wil vast iedereen bedanken. Ga ik uit beeld, kan Gerard nog even met jou afsluiten. Heel goed. Maar ik vrees dat je nog even in beeld blijft. Oké, heel goed. Oké, beste mensen. Dat komt zo goed. Beste mensen, hartstikke fijn dat jullie het volgehouden hebben. Ik heb in mijn eigen breakout room net al gezegd van, we realiseren ons, het is veel informatie, het is heel gecondenseerd, niet ideaal. Van de andere kant, wilde je weten wat er speelde, wil je weten wat de spelers zijn, wat de sleutelfiguren zijn, et cetera. Dan denk ik toch dat deze middag heeft opgeleverd wat je zocht. In ieder geval willen wij jullie heel erg bedanken voor de actieve deelname. En natuurlijk willen we ook de twee dames, en om te beginnen Inge, reuze bedanken voor de inspirerende manier waarop je leiding hebt gegeven aan deze hele middag. En Gerard, die staat hier weer. Ja, het is even manoeuvreren. Als je
Ja, zo, dat is één. Dus Inge, reuze bedankt. Dankjewel, ik heb het heel erg leuk gevonden. Kijk. En nou, Nisa, die staat een eindje verderop, dus die roepen we er ook even bij. Nisa, jij hebt ontzettend samen met Arjan, en die bedanken we op afstand, jullie hebben gewerkt aan een innovatie op het gebied van het presenteren van de burgers Zoom, namelijk het live schakelen naar de dijk. Nou, dat was voor ons ook best spannend, mensen. Ik ga iets beter in beeld staan, dat was best spannend, maar heeft gewoon heel leuk gewerkt. Ik had ook wel willen zien hoe het was geweest als het windkracht 6 of 7 was geweest, maar gelukkig voor Arjan en de anderen was dat gelukkig niet het geval en scheen de zon. Gerard, ga je gang. Wow, alsjeblieft. Wat een onverwacht genoegen. Dankjewel. Je hebt het verdiend. Nou, dankjewel. Nou, Gerard, kom even hier staan. Wij zijn de twee PIW-eigenaars en mogen dit leiden. Ja. Ik denk dat wij tevreden terugkijken op een eerste webinar, nietwaar? Ja, en het is de eerste van 5, hè? En met de grote afsluiter wordt natuurlijk toch Burger Zoom, hopen we toch? We gaan op een gegeven moment elkaar weer fysiek ontmoeten. Dat is wel het... Zeker weten. Ja. Oké, lieve mensen, wij zeggen vanuit Amersfoort nogmaals dank. En heb een fijne avond straks. En wij hopen gauw weer tot ziens. Dag. Bye bye. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Hoi, bedankt. Bedankt. Hoi. Tot ziens. Tot ziens. Wat de mug is nog aanwezig. Ik heb een hartstok. Nou, mooi toch? Gaan we even zeker weten dat we eruit, Mark? Zijn we gemuteld? Want toen straks waren we niet gemuteld. Ik krijg hem niet uit. Ja, nu zijn we. Je kunt gewoon niet van echt buiten. Nou. Dus je hebt echt over nagedacht. Lief! Inge, wij zijn de.